Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool Know podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool Know podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool Know podcast. En vandaag heb ik alweer een hele toffe gast, namelijk Erik Cuperus. Hey Erik, welkom. Dankjewel. Alweer super. Een toffe gast. Heb je ook wel eens hele stomme gasten? Nou, eigenlijk niet. Daarom zeg ik ook alweer. Ja, maar er zijn zoveel toffe gasten in de wereld. Er zijn zoveel leuke mensen met mooie verhalen. En ik heb jou, ik ken jou al best wel een tijdje. Ik weet eigenlijk niet waarvan. Maar misschien komen we er nog achter weer hoe het zat. Ik ben laatst in jouw podcast geweest en dat was fantastisch. Jij stelt prachtige vragen. En ik denk ik wil jou ook in mijn podcast. Dus ik vind het superleuk dat je er bent. Ik ben even benieuwd, Erik. Wat doe jij nou zo al in het leven? Waar word jij blij van? Ja, als je die vraag stelt, dan kan ik gewoon beginnen te praten en is je podcast vol. Top, doe maar. Wat doe ik? De korte samenvatting is, ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen met leuke mensen. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke missie. Omdat het leven is best kort. We weten niet precies hoe kort. En dan moet je gewoon zorgen dat je dat leuk maakt. En ik heb ontdekt dat ik het allerleukste vind om dingen te doen met en voor mensen. En dan liefst leuke mensen. En dan maakt het niet zoveel uit wat ik doe. En dan is vaak ook zo'n antwoord op zo'n vraag van wat doe je, is dan waar verdien je geld mee? Dus dat doe ik bijvoorbeeld met familieopstellingen. En met hele toffe bijeenkomsten organiseren en uitvoeren voor bedrijven. En dan ontwerp ik ervaringen. Dat vind ik ook wel lekker. Maar dat is wel wat ik doe. En verder weet ik veel. Ik vind het leuk om mezelf te ontwikkelen. En af en toe de stilte op te zoeken. Maar ik ben ook heel vaak aan het lullen met mensen. Vind ik ook leuk. Dus is dat een beetje een antwoord op je vraag, Kat? Ja. En jij mag vertellen wat jij wil vertellen natuurlijk daarover. Ik heb toevallig laatst ook een opstelling met je meegemaakt. En dat was erg leuk inderdaad, hoe je dat doet. En voor mensen die nog niet weten wat een opstelling is, wat is een opstelling, Erik? Ja, ik vind trouwens al fijn dat je zegt dat je het leuk vond. Omdat opstelling komt uit een term familieopstellingen. Dat is ooit bedacht door Bert Hellinger. Klinkt Duits, is het ook. En feitelijk is het een manier om met een groep mensen systemen te onderzoeken. En dat doe je dan op een visuele manier door de mensen die er zijn als poppetjes te gebruiken en te plaatsen in de ruimte. Dus je hebt een grote lege ruimte, je bent met bijvoorbeeld 10 mensen en iemand heeft een vraag, die heeft een patroon waar hij of zij elke keer last van heeft. Bijvoorbeeld, ik durf mezelf niet te laten zien op social media. Toevallig is dit iets wat laatst voorbij kwam. Elke keer als ik dat doe, dan ben ik er veel te lang mee bezig en ik vind het altijd stom en ik krijg te weinig likes. Nou, daar baal ik van, dat wil ik veranderen. Oké. Nou, dan kan je dus vragen, wil iemand gaan staan voor deze persoon? Stel dat jij het bent, nou Kat, dan vraag ik eerst iemand anders. Wil iemand Kat representeren? Die gaat dan in het midden van de ruimte staan. Nou, dan vraag ik bijvoorbeeld iemand, wil iemand gaan staan voor aandacht? Want dat is dan wat je wil bereiken misschien met een post. Dan gaat iemand anders ook in de ruimte staan voor aandacht. En dan zie je soms al dat de beweging ontstaat bij degene die jou representeert. Nou, dan zeg ik, wil iemand gaan staan voor aandacht trekken? Het is een beetje de negatieve variant van aandacht. En wil iemand gaan staan voor aandacht krijgen? Dus krijgen, trekken. En zo zet je een aantal dingen in de ruimte en die verhouden zich tot elkaar. En het grappige is, als je daar niet te veel over nadenkt, dan gaan die bewegingen vanzelf. Dus dan gaan we niet meer met ons hoofd bekijken wat er gebeurt, maar we gaan kijken hoe het voelt, hoe het hier zit. En daar zit zoveel wijsheid in dat stuk voorbij de cognitie. Want we zijn natuurlijk verhalenvertellers. Ons brein is de hele dag niks anders aan het doen dan alles wat er aan input inkomt, te verklaren, uit te leggen,
te duiden, er een mening over te hebben, er een gevoel bij te hebben, daar weer een mening over te hebben. En dus op het moment dat jij in je eentje gaat zitten bedenken, hoe kan ik zichtbaarder worden op social media zonder dat iedereen mij stom vindt? Want iedereen vindt me heel stom als ik post. Nou, de werkelijkheid is, de meeste mensen hebben het niet eens in de gaten. Ja, precies. Ja, ga je de hele dag over nadenken, ga je cursus doen en dan wordt het allemaal nog erger, want dan lukt het nog steeds niet na die cursus. Dus dan snap jij de cursus. Ah, fijn. Dus voor je het weet, heb je jezelf helemaal een dal ingedacht. Terwijl als je dat dan opstelt, dan zie je, oh, maar dit doet ook mee en dit doet ook mee. En, oh. En iedereen die daar aan meedoet aan die opstelling, al die representanten, die krijgen ook antwoord op vragen van hun deel, want zij gaan namelijk vanuit hun gevoel en beeld bewegen. Ja, en dat is. Het is zo krachtig en het is zo te gek. Je kunt soms echt in een opstelling van 5, 6 minuten kun je gewoon, nou ja, weet ik veel, 2 jaar psychotherapie tevoorschijn laten ploppen. En ja, daar ben ik zo enthousiast over. Het is zo leuk om te doen. En zeker ook als ik dat bij organisaties in mag zetten. Want iemand belt mij op en die zegt, ja, ik heb een team. Er is een probleem met mijn team. Het team communiceert niet goed. En dan denk ik altijd als eerste, oh, volgens mij is degene die nu belt, die constateert wat er aan de hand is. Hè? Dus zo gaan die dingen. En dan, in plaats van dan een training te boeken, effectief communiceren of geweldloze communicatie, dat is ook fantastisch trouwens, wel vooral doen. Maar ga eens kijken, wat speelt er nou onder de oppervlakte in zo'n team? Wat is de dynamiek tussen die verschillende mensen? En dan ontdek je vaak iets anders. En daar kun je dan aan gaan werken. En dat is zoveel efficiënter, effectiever en dus leuker. Want ik hou er heel erg van als je de bullshit er een beetje uit weet te halen. Nou, zo. Dat is mijn bedoel. Ja, en met humor. Dat is ook wel echt jouw kracht. Hè? Dat je altijd ook een soort. Nou ja, het kan heel zwaar zijn soms. Hè? Maar jij gooit. Ja, dat is het. Ja, want... ja. Ik zei natuurlijk net, het komt uit familieopstellingen. Daar walste ik even heel snel overheen. De veronderstelling is dat een familiesysteem heeft een bepaalde ordening. Die is eigenlijk vrij helder. Je hebt een vader en een moeder en dan heb je de kinderen. En dat is zo'n piramide die zo doorloopt naar onderen. En in dat systeem zitten altijd verstoringen. Een vader kan weggegaan zijn, een moeder kan doodgegaan zijn. Een moeder kan gewoon emotioneel niet beschikbaar zijn. Of, nou, er kunnen allerlei trauma's spelen. En wat er dan gebeurt is dat andere mensen uit het systeem gaan die plekken innemen. Dus, en dan zeg je dus je staat niet op je eigen plek. Wat natuurlijk alleen maar een matter of speech is. Want er is niks anders dan je eigen plek. Maar dan ga je bijvoorbeeld de moederrol vervullen of de vaderrol. Of misschien de rol van het overleden kind of de rol van, nou ja, weet ik veel. Of je gaat iemand, je zusje beschermen voor misbruik uit het verleden. Het kan van alles zijn. Maar daardoor ben je dus in je leven niet in je eigen kracht. En door dat te gaan zien en te herkennen, herstelt het vaak als vanzelf. Maar dat kan inderdaad zwaar zijn. Dat gaat heel vaak over heftige dingen, omdat je allerlei trauma's uit het intergenerationele trauma, dat neem je mee. Dus als het niet is opgelost, geef je het één op één door aan je nazaten. Dat is geen slechtheid van die persoon. Dat is gewoon wat gebeurt. Dat doet trauma nou eenmaal. Ja. En als je dat gaat zien, dan kun je er wat aan gaan doen en dan kan het opgelost worden. Nou, dan herschik je de ordening een beetje. Maar ja, dat is vaak wel heftig. Het gebeurt regelmatig dat je begint zo'n middag en dat mensen al na 2 minuten tranen over de wangen. En dat is ook goed, want dan is het een keer gezien en dan is het huilen ontspant enorm. Dan, ja. En dan kan je een begin maken met helen. En dat lijkt dus heel heftig, maar dat is het eigenlijk niet. Nee. Dus ja, het klopt, ik heb er altijd heel veel humor bij. Dat is nou eenmaal hoe ik dingen aanvlieg. Ook omdat ik het ergens grappig vind dat je zo kan worstelen met iets wat uiteindelijk helemaal niet zo heftig is. En dat vind ik ook heel opluchtend. Ja. Ja, nou, een lekker grote schoonmaken is het eigenlijk ook. En heel snel ook nog eens een keertje. Ja. Ja. Ja, en soms ook niet, hè. Ik bedoel, het gebeurt ook regelmatig dat mensen alsnog jarenlang met hetzelfde ding. Dan is het gezien, maar dan heeft het alsnog tijd nodig. Of. Iedereen heeft ook een eigen manier, zijn eigen weg te bewandelen om dingen op te lossen. De een die heeft echt therapie nodig, de ander die kan zeggen, nou, ik weet wat het is, ik stop het weer in een doosje, ik stop het weg, maar het is oké zo, dat kan ook. Ja. En ja, daar is volgens mij ook geen blauwdruk voor. Nee. Dat maar wat wel... Ja, ja. Maar dus is, het is wel zo dat je inderdaad stiekem best wel veel dingen overneemt van... Nou, van je ouders, van je omgeving.
En deze podcast gaat over rijkdom in de brede zin van het Ja. woord. En Ja. rijkdom gaat ook over geld. En dat is nou zo'n dingetje wat we best wel vaak overnemen van, nou ja, van anderen. De gedachte over geld, hoe je naar geld kijkt. Wat heb jij daar? Heb jij daar iets over meegekregen van huis uit? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ook, je neemt alles over van je ouders, als die er waren, en van je omgeving. Mijn vader ik kom eigenlijk uit het arbeidersmilieu, mijn vader was binnenschip. En die moest altijd wel redelijk hard werken om het voor elkaar te krijgen. Er was altijd genoeg, maar er was geen overdaad. Het was niet dat we hele gekke dingen konden doen. Ik heb overigens nooit iets tekort gehad, maar ik heb wel heel sterk geleerd dat je een buffertje moest hebben of zo. En daar heb ik vervolgens niet zo heel veel mee gedaan. Nee, ik denk dat ik. Nee, ik had. Ik heb een heel. Ja, eigenlijk een hele goede relatie met geld. Er is altijd genoeg. Al mijn hele leven sinds ik werk is er genoeg. En soms zie ik, oh, ik begin nu even op gaan letten. En dan is er wel weer iets wat er bij me opplopt, waardoor ik wat meer kan verdienen. En ondanks dat ik ook een paar scheidingen achter de rug heb, die best wel duur waren, omdat het nou eenmaal zo werkt, kon ik altijd weer door en opnieuw. En is eigenlijk nooit een tekort geweest aan geld. Ook in corona, toen het werk ineens weg was, toen was er genoeg buffer en vangnet. En eigenlijk heb ik in die periode allemaal weer wat nieuwe dingen ontwikkeld en werd het leven daarna nog leuker. Ja. En ik weet niet zo goed of dat nou per se direct uit mijn familielijn komt. Ja, ik begon volgens mij wel met te zeggen dat mijn vader dat er altijd genoeg was. En geen overdaad, maar wel genoeg. En ik heb ook nog een tijdje, ja, ik woon nu in Bussum, ik heb een tijdje in Vreeland gewoond, dat is een dorp aan de Vecht. En dat is heel welgesteld. Dat is echt, ik denk dat als je daar modaal inkomen hebt, dan heb je het echt niet zo goed. Ik Nee. denk dat 4 keer modaal daar modaal is of zo. Ja, het is Zo'n zo'n soort. prachtig dorp, inderdaad. Ja. Maar dan krijg je dus ook, want ik werd toen gevraagd voor de Ronde Tafel. Dat is zo'n serviceclub. En toen zat ik ineens in zo'n groep kerels. Ik had dat nog nooit, ik heb ook nooit gestudeerd of zo. Dus ik had geen ervaring met zo'n soort club met mores en code en noem maar op. Daar ging een sterrendiner en dan was het ineens lollig om een fles wijn van €600 te bestellen. En ik voelde daar gewoon bij mezelf echt een grens. Dat ik dacht, ja, ik heb hier echt zo niks aan. Want A, ik weet niet hoe goed jouw smaak is. Ik heb echt een goed ontwikkelde smaak, zelfs voor wijn. Maar trust me, of je nou een fles van €100 of €600. Het is alleen het etiket en het verhaal hoor. Ja. En daar zit dus voor mij geen rijkdom, heb ik toen ook echt gemerkt. Ik vond het echt een beetje sneu. Dus ik hoop niet dat ze dit horen. Maar nee, ik heb toen ook echt gezegd van, joh, ik weet nog, er werd een fles sherry besteld in 1950. En toen nam ik een slokje en ik zei, nou, dit proeft precies als oude port van 20 jaar oud. Die koop ik voor €25 bij de Lidl. Dat werd niet op prijs gesteld, maar de sommelier gaf me gelijk. Dat vond ik ook wel aardig. Oh. Oh, wat grappig. Maar Ja. ja, ik denk dat ik probeer te zeggen dat ik de excessieve rijkdom niet zo interessant vind. Ja. De buitenkant. Ik hou van lekker eten. Ik hou van goede kwaliteit. En het mag ook echt wat kosten. Ik ga ook graag naar de betere restaurants. Dat is bijna een hobby van me. Dus af en toe is naar een sterrentent. Ik heb zelfs 3 sterren gegeten. Maar dat is voor mij echt kunst of zo. Dat prikkelt mijn zintuigen. Dat vind ik fantastisch. Maar als ik dan op TikTok die gast Solbay, zo. Die heeft zo'n restaurant in Dubai waar die steaks maakt en die kosten dan €1500 per stuk, omdat ze met bladgoud belegd zijn. En ze zien er gewoon goor uit. Ze zijn niet eens goed gebakken. Oh, En dat vind ik echt heel lelijk. Ja. ja, Dus. dat is ook meer, ja, dat is meer pocherij of zo, op een of andere manier. Dat is meer Ja. dat Ja. duurdoenerij, dat is dan blijkbaar niet leuk. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel herken van,
Sowieso dat je inderdaad het verschil niet proeft. Dat voor mij ook, ja, ik hou helemaal niet, sowieso niet van wijn. Maar wat bijvoorbeeld wel zo kan zijn, is dat je bijvoorbeeld, ik drink helemaal geen alcohol, maar dat je een champagne lifestyle bijvoorbeeld wel leuk vindt. Dat je gewoon, en dat gaat dan niet zozeer omdat je dan de duurste champagne drinkt, maar dat je als je zou willen de duurste champagne zou kunnen kopen en dat je het jezelf gunt. Om als je dus inderdaad 3 sterren Michelin wil eten, dat je dat dan ook doet. Weet je wel, dat gevoel. Dus dat het mogelijk is. Dus het meer soort het overvloedsgevoel dan het, kijk mij nou eens eventjes een steek van 1500 euro naar binnen werken. Joe. Ja, maar die worden volgens mij ook alleen maar gegeten. Want die worden ook in een leren kistje gebracht met spuitfonteintjes erop. Net als die flessen champagne in Ibiza of zo, weet je wel. Dat gaat dus echt over gezien willen worden. En kijk mij eens. Nou moet iedereen dat ook voor zich weten. Want ik geloof niet zo in vrije wil. Dus die mensen hebben er ook niet voor gekozen. maar het is, ja... Ik moet nu ineens denken, ik weet ook niet hoe ik hier kom, maar ik had op een gegeven moment, toen woonde ik dus in Vreeland, ik had de eerste Tesla zo'n beetje in Nederland. Het was een Roadster, echt een sportauto. En die waren heel exclusief. En daar was ik alleen maar gekomen doordat iemand me daarop wees en er zat een super groot belastingvoordeel op. Uiteindelijk kostte dat ding 110.000 euro, wat echt veel te veel geld is voor een auto. En netto kostte die me minder dan 45.000 euro. Nou, dat klinkt als ondernemer toch als een interessante deal. Nou had ik wel, dat gaat over rijkdom, hè? En nou had ik wel geleerd, dat had ik wel van mijn vader, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is meestal niet waar. Dus ik was op mijn hoede. Ik heb dat toen laten uitzoeken, want anders had ik al gelijk ja gezegd. En dat bleek wel waar te zijn. Er waren heel veel belastingvoordelen toen. Dus ik had dat ding aangeschaft. Er zat ook nog een mooie reclamesticker op. En ik rijd altijd met auto's waar heel groot mijn bedrijfsnaam op staat. Omdat ik denk, ja, ik koop een dure auto. Ik heb een bedrijf, dat lijkt me ook prima. Dus ik reed dat ding rond in dat dorp. En op een gegeven moment, net na mijn scheiding, toen kwam ik terecht in een huis. En dat is een vrijstaand landhuis aan de Vecht. Met een zwembad en een tennisbaan. En daarboven, dus op zolder, zaten een paar appartementjes. Maar met een nadruk op tjus. Dus ik had 2 kamers van 4 bij 4. Dus ik ging van een huis van 190 vierkante meter naar 2 kamertjes. Maar ik had het ontzettend naar mijn zin. Het was echt een fijne plek. En ik had die auto en er was een oprijlaan. En je voelt hem een beetje aankomen, toch? En op een gegeven moment had ik zo'n dag. Ik zat echt niet zo lekker in mijn vel. Weet je, de scheiding hakte erin en mijn kinderen. Ik had echt een behoorlijk depressieve dag. En ik stap in die auto en het was zondag en het was ook nog een cabriolet. Het dak was eraf. En ik rij zo weg en ik zie zo 2 mensen van 1 jaar of 30 die wandelen langs de Vecht. En ik kom daar die afrijlaan af. En ik zie hun gewoon naar mij kijken. En ik heb exact het beeld van wat zij zien. Namelijk een veel te rijke gast in een veel te dure auto. En een veel te groot huis. En een soort, ook een beetje zo afgunstig van, Jezus, nou, die heeft het goed voor elkaar. En ik voelde Wat ze. zo'n woede in me opkomen. Omdat ik dacht, jullie zien helemaal niet wat hier echt aan de hand is. Ik vond dat achteraf zo'n grappige ervaring. Want dat is dus wat je ziet, is een rijke gast bij een groot huis met een dure auto. En de werkelijkheid is dat er gewoon een hoopje ellende dat terrein af kwam rijden, die gewoon even niet meer wist hoe hij zijn leven moest leiden. Dus die buitenkant vind ik niet zo interessant. Nee. Goed verhaal. Ja, maar dat is wel, Ja, ja, dat is, en ja. ik. Oh, sorry, ja. En ik heb ook altijd gezegd, want er waren heel veel mensen die vonden er iets van die auto. Ik heb altijd gezegd, het maakt mij niet uit. Het is echt, ik vind het superleuk dat ik erin kan rijden. Ik ben super dankbaar dat het op mijn pad is gekomen. En als hij morgen weg moet, dan gaat hij weg. En er waren heel veel mensen die dat wantrouwden. En achteraf bleek het waar te zijn, want op een gegeven moment, ik had een andere auto nodig. Want die gasten pasten er niet in met z'n tweeën. Dat was een tweezittertje. En toen heb ik hem verkocht. En heb ik een auto gekocht waar we wel in pasten. En daar was ik net zo happy mee. Dus dat is het volgens mij, wat jij zegt, die champagne lifestyle. Vind ik trouwens een hele leuke term. Als je ervan afhankelijk wordt, als je bang bent om het kwijt te raken, als het je geluk definieert, dan is het per definitie niet goed voor je. Denk ik. Nee, eens. Ja, ik zou Eens. bijna amen zeggen.
Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja, geld, ja, nou ja, iedereen ziet het anders. En sommige mensen, ja, er zijn ook mensen die zeggen van ja, doordat je zeg maar jezelf die dingen gunt en dat doet, ga je vanzelf beter voelen. Nou ja, goed, misschien tot op zekere hoogte, maar Ja, ik denk, ja. maar als het intrinsiek niks raakt, dan zal het leeg blijven. Je hebt hier Ja. gewoon dat vat zo, dat Ja. komt gevuld. En dat kan je heel makkelijk vullen met zelfliefde, bijvoorbeeld. Althans, ik zeg nee, niet, dat is niet waar. Dat kun je niet makkelijk vullen met zelfliefde. Maar dat kan heel goed gevuld worden met zelfliefde. En als het niet gevuld wordt met zelfliefde, dan ga je het vullen met afleiding. En dat kan werk zijn, dat kan liefde zijn, dat kan seks zijn, dat kan drugs zijn, dat kan een dure auto zijn, maar dat is allemaal tijdelijk. Dat gaat er allemaal weer uit. Er zit een soort raar filtertje op. Dus door gewoon naar binnen te gaan en te kijken van oké, wat is nou echt de moeite waard? Want een broodje kaas eten met iemand die je echt leuk vindt en daar tegelijkertijd een goed gesprek mee voeren, is echt veel lekkerder dan een sterrendiner met iemand die je gewoon niet de moeite waard vindt. En hoe ging die quote nou? Ik denk Dalai Lama, maar dat weet ik niet eens zeker. Maar dat is zo'n quote van: we werken in banen die we niet leuk vinden, om geld te verdienen, om dingen te kopen die we niet mooi vinden, om indruk te maken op mensen die we niet interessant vinden. Ja. En dat is een beetje wat volgens mij, nou ja, best wel veel gebeurt Ja. in onze samenleving. En dus ga werk doen wat je de moeite waard vindt, zodat je dingen kan kopen die belangrijk voor je zijn. Deel dat met mensen die je leuk vindt. Dan is je leven gewoon totaal anders. Ja, dat is gewoon. Ja, ik word er ook altijd heel een beetje verdrietig van als ik dat hoor. En als ik dat zie Ja. gebeuren. Dus, maar we zijn op dezelfde missie in die zin. Dus. Ja. Ja. Nee, Hey, ja. oh ja, ik heb natuurlijk twee kinderen. Of, nou, dat weet jij, maar de mensen die dit horen misschien niet. Maar mijn oudste zoon is 19. Die heeft nu sinds oktober echt verkering. Superleuke meid. En wat mij zo oplucht, is dat zij samen gewoon leuke dingen doen. En hij was een beetje in die richting aan het schuiven van ja, merkkleding. En weet je, wat ook helemaal bij die leeftijd hoort. Want identificeren, noem maar op. En ik maakte me daar soms wel eens een beetje zorgen over. Dat ik dacht, ik hoop niet dat het zo oppervlakkig wordt. En ik weet dat hij ook een keer zo'n cursus had gedaan online over daytraden of zo, weet je wel. Dat is nu dan zo'n ding bij jonge mensen, dat je dan je geld kan verdienen zonder daar effort voor te doen. Hè? Kwestie van slimme online shit. Nou, het is natuurlijk echt geneuzel. En daar heb ik het wel eens met hem over gehad, maar hij moet het ook vooral zelf ontdekken. En ik zie hem nu gewoon ineens dingen doen waarvan ik denk dat je echt gelukkig van wordt. Gewoon leuk, hij ging gisteren met haar naar het Central Park zwembad, weet je wel. Ik vind het de hel, maar het is voor hen in ieder geval heel. Ik vond het vroeger ook heel leuk. En ik zou het zo fijn vinden als het inderdaad lukt om dat wat echt van waarde is. En er zit natuurlijk een mega oordeel op. Om dat mensen te laten voelen en te zien. In plaats van die rare oppervlakkige shit. Hoe debiel ben je als je een steak van 1500 euro bestelt met een laagje bladgoud? En met van die fonteintjes eruit. Echt. Nou ja, goed. Ik zou me er ook kapot over schrijven. Ja, er zijn mensen die gaan dood omdat ze geen vreten hebben. Weet je, dat Ja. ik, ja, dat vind ik zo stom. Maar goed. Ja, de duurste hamburger Ik wou niet over. die ik ooit gegeten heb was in Lissabon 35 euro kostte die. Dat vond ik al beyond, vond ik dat al. Ja. Dacht ik al, nou, zo Ja. lekker is die niet. Maar ja, goed. Maar als jij geld hebt te besteden, dan geef je dus, als ik het zo hoor, een beetje graag uit aan kwaliteitsdingen, Ervaringen? ervaringen, ja. Ja, dat. Ook aan dingen die het leven gewoon leuker en beter maken. Ik ben ook best wel dat ik het deel. Probeer ook. Ja, ik vind het altijd heel lastig om hierover te praten, want ik voel me gelijk een soort missionaris worden. Maar we leven in een maatschappij. Wat mensen zich gewoon niet realiseren is dat als je hier zwerver bent in Nederland, dan hoor je nog bij de rijkste 3% van de wereld met je uitkering. Ook als je hem niet ophaalt. Daar ben ik niks meer afdoen van de ernst van hoe het voor sommige mensen in Nederland ook is, hè? Want alles is relatief. Maar je hebt gewoon mazzel dat je hier geboren bent, punt.
Als je in Afrika was geboren, dan was je leven heel anders geweest. Ik deelde van de week op LinkedIn een foto van de kobaltmijnen. En het hele idee dat het economische model... Hier zit bij mij zoveel emotie. Ik vind dat, maar het economische model is eigenlijk heel simpel. Je hebt grote bedrijven, die geven veel geld uit. En dat geld, dat sijpelt door naar beneden. Nou, dat doorsijpelen, als je dat beeld vasthoudt... En dat kun je op allerlei manieren zien. Maar wat ik zie is gewoon een soort modderpoel waar een paar druppels... Dat is net genoeg om af en toe je lippen nat te maken. En dat beeld van die kobaltmijn is dat, maakt dat dus heel helder. Dus je ziet daar allemaal mensen... tot hun knieën in de modder staan met emmertjes. En het is gewoon handwerk, gewoon middeleeuws handwerk. En daaromheen zijn dan illegale mijnen. Daar werken ook kinderen, maar in de echte mijn... Ja, daar niet natuurlijk, want er is geen kinderarbeid bij dit Zwitserse beursgenoteerde. Hè, die doen dat niet. De vorige CEO van dat bedrijf, die heeft een persoonlijk vermogen van 6,9 miljard. 6,9 miljard. Die kreeg een belastingboete, omdat hij ergens weer een slimme truc had uitgehaald. Die toch weer van 745 miljoen. En dat kon hij zo betalen. Nou, dit soort rijkdom. En dan is de vraag echt serieus. Wie heeft het slechter? Deze dude... Of die mensen in die mijn, die zijn in ieder geval nog verbonden met elkaar. Weet je, het is zo... En dit is het economische model. Dus van boven moeten naar beneden doorzetten. Dat gebeurt niet. Maar ik zit hier ook naar een MacBook Air te kijken. En daar zit het kobalt wel in. En mijn telefoon in mijn zak, daar zit dat kobalt wel in. Ja. Dus ik doe daar aan mee. Ja. Hoe hard ik ook probeer het niet te doen. Het is gewoon het systeem waar ik ook deel van uitmaak. En ik probeer dat op de een of andere manier te doorbreken. En dat doe ik dan door... zo duurzaam mogelijk te kopen. Nou, je hoort al een kleine disclaimer in. Ik heb bijvoorbeeld, dat is wel grappig, ik heb nu spijkerbroeken, die worden gemaakt door een Belgische vent. En het is echt super lachen. Die maakt ze zelf, die komt uit de mode-industrie en die vond het zo vreselijk hoe dat in elkaar zat. Dus die koopt de stof, koopt die in Japan en in Italië. En dan stuur je via de website, heel simpel, basic websiteje, stuur je je maten door. En dan heb je een dag of vier later heb je handgemaakte jeans in huis. En die is ook nog eens niet zo duur. Kost €135 in de lichtste uitvoering. 200 in de duurste. Maar ter vergelijking, ik kocht ze daarvoor voor Japanse denim. Ook dat soort broeken. Die zijn dan helemaal rauw en ongewassen. Daar doe je dus 6 jaar mee. En daarna zijn ze echt mooi. En dan gaan ze kapot. Dus heel duurzaam. Wel duur ook. Want die broek kost dan €100. Maar bij hem dus 200. En op maat. En ik had hem toevallig aan een paar mensen aangeraden. En één iemand die zei, ik vind het zo leuk. Ik heb mailcontact met degene die mijn broek heeft gemaakt. Ja. En dit is volgens mij waar het om gaat. Het is namelijk een heel concreet... hij maakt het, hij krijgt het geld. Het is niet te duur. Je koopt iets wat duurzaam is. Er zit niet een of ander kind in China... een broek in elkaar te maken... die dan vervolgens ook nog eens 10 keer gewassen wordt... om hem lichter te maken. En daarna met een schuurpapiertje. Want hij moet... Snap je? Dit is zo gestoord. Ja. Nou ja. Als je daarin gaat verdiepen. Of... Ja. Ja. En het vervelende is, dat geldt dus voor alles. En als je daar te veel voor open gaat staan, dan kan je er heel wanhopig van worden. Ik heb dat gelukkig. Zo zit ik gelukkig niet in elkaar. Dus ik probeer, nou ja, weet je, ik eet niks uit de bio-industrie. Ik ben zo goed als vegetarisch. En als ik vlees eet, dan is het of wild... Of je hebt van die koeien, dan kun je die pakketten kopen. Die hebben dan op de hei gelopen. Melk is helemaal niet zo nodig. Er zijn heel veel alternatieven voor. En dat moet gewoon veranderen. Dat systeem is namelijk ook kapot. De bio-industrie is gewoon een verrot systeem. En over 20 jaar, over 30 jaar zeggen mensen... Jezus, deden we dat toen? Net zoals we nu naar slavernij kijken. Zeggen we dan, van, deden we... Misschien over 50 jaar zeggen mensen... Hé, aten jullie dode dieren? Want dan is er gewoon kweekvlees. Weet je? En... Ja. Het is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Ja. Ja. En tot die tijd moeten we ons maar een beetje doorheen worstelen. Ja. Ja. Nou ja, zo is het ook. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ja, het is, er is genoeg geld op de hele wereld. Alleen het is verdeeld, slecht verdeeld. Dat sowieso. Ja. En ja. Ja, ik weet niet. Jij hebt altijd genoeg, zeg je net. Maar stel dat je nog een tientje had. Wat zou jij doen met je laatste tientje? Je weet niet wanneer er weer een nieuw tientje komt. Dat hangt er een beetje vanaf waar ik op dat moment mijn behoefte aan heb. Ja. Misschien geef ik het wel weg. Ja. Dat tientje maakt toch geen verschil meer dan. Nee. En als je een tientje vindt? Ja, tientje is zo niet significant.
Als ik het nodig zou hebben, zou ik er heel dankbaar voor zijn. Dan zou ik er misschien toch gewoon eten voor kopen, want dat is het meest voor de hand liggende. Ja. Mijn brein doet natuurlijk ook gelijk, die verzint allemaal verhalen. Als ik een tientje zou vinden, dan zou ik zorgen dat ik naar een plek zou gaan waar eten is. Dat zou ook nog kunnen. Maar ik woon al in Bussum, dan kan ik ook altijd wel wat vinden. Ja. En Ja. als je oneindig veel geld zou hebben, dus stel dat jij die, Ja. hoeveel miljard was dat die gasten had nemen, Ja, dat het dat niet is om kan, dat negen. de kraan trek je open en het blijft gewoon maar stromen en er zit dus gewoon geen limit aan. En je weet ook dat blijft zo. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Ja. Nou, mijn leven zou niet, misschien niet eens heel anders zijn. Ik zou wel het leven van heel veel anderen dan kunnen veranderen. En het zou beginnen met, Jezus, ja. Zorgen dat er gewoon voldoende leuke huizen zijn voor mensen, om maar eens wat te noemen. Ik zou dan, het is onbeperkt, hè? Dan zou ik om te beginnen iedereen een basisinkomen geven. En aangezien het onbeperkt is, zou ik dat ook gelijk 2000 euro per maand maken of zo. Dus dan hoeft niemand meer te werken. Vervolgens kan iedereen gaan bedenken, wat vind ik leuk om te doen. Ik geloof ook niet dat er dan ineens een samenleving ontstaat waar er geen vuilnismannen meer zijn. Die worden dan gewoon heel goed betaald. Want naast die 2000 euro kun je gewoon meer verdienen. Dat hoef ik dan niet te geven, maar dat kun je dan gewoon ergens anders verdienen. Dan gaan alle bullshit jobs die verdwijnen. Want je gaat echt niet meer bij Ernst & Young aan rapporten zitten werken die vervolgens in een la verdwijnen. Dat geloof ik niet. En die Nee. mensen zijn hartstikke intelligent en die gaan zich dan inzetten. Die intelligentie gaan ze dan gebruiken, niet om zichzelf rijker te maken, maar om de wereld beter te maken. Ik denk, daar geloof ik dus heel erg in. Dat er gaat nu zoveel denkkracht verloren bij dat soort organisaties. Eigenlijk om systemen die al kut zijn in stand te houden of te kijken of je die kan optimaliseren. Nou, ik weet niet, we Ja. zitten nu net weer in een nieuwe bankcrisis. Ik weet niet hoe die zich ontwikkelt. Maar dat is allemaal gevolg van zelfverrijking, van het systeem wat zichzelf het geld rondpompen. En het gaat ook nergens over, hè? Dat dan de Zwitserse regering die steekt 60 miljard in een bank die bijna omdreigt te vallen. En dan neemt een branchegenoot neemt die bank over voor 1 miljard. Dus de regering heeft 60 miljard in een bank gestoken, staat garant, en die bank wordt verkocht voor 1 miljard. Ik vind dat wel een aardige deal. Het Ja. is dat ik geen miljard had, maar ik had ook voor 1 miljard wel een bank willen kopen waar net iemand voor 60 miljard garant is gaan staan. Ja. En dit gaat door de hele tijd. Ja. Ja. Dat je denkt wel, Ja, oké. geef die 60, want 60 miljard, dat is zoveel geld. Dat is een bedrag wat je niet eens meer kan bedenken. Ik weet niet hoeveel inwoners Zwitserland heeft. Maar ik vermoed als je die 60 miljard in één keer verdeelt over de inwoners van Zwitserland, dan hebben ze toch allemaal best wel een serieus bedrag. En als ze dat dan allemaal gaan uitgeven, lijkt me heel goed voor de economie. Als ik er heel Ja, simpel over nadenk. en dan is het weer gered Dus, ook. ja. Dus ja, nou ja. Nee, maar ik denk dat het huidige geldsysteem is gewoon kapot. Want geld is een ding geworden. Als het dan gaat over rijkdom, geld is tijdelijk opgeslagen energie. En ik doe iets en daar krijg ik even geld voor, want dat moet naar me afgerekend worden. En we zijn gaan geloven dat het geen tijdelijk opgeslagen energie is, maar iets anders. Iets wat belangrijk is om na te streven. En dat is onzin. Dat is Ja. dat is echt een illusie. En als je die illusie doorziet, en dat is wel grappig, dan kom ik terug bij die opstellingen. Ik heb al een paar keer gehad dat ik in een opstelling of met een opstelling. Dat ik geld eventjes uit de opstelling haalde. Vooral bij ondernemers die dan bezig zijn met passie en zo. En dan haal je geld eruit en er is gelijk rust in het systeem. Ja, Dus maar zegt dat hetzelfde geld stress, hè? vergiftigt. Ja. Ja, het vergiftigt. Het wordt namelijk een doel en dat is het nooit. Het kan het nooit zijn. Nee. Geld is het gevolg van wat je doet. Ja. Het zou het moeten zijn. En Ja, dus als jij doet waar je goed in bent. Ja. als je doet waar je En goed in bent, ze ja, zeggen. dan stroomt het gewoon. Ja, ze zeggen toch ook altijd, work like you don't need the money. Ja. En dat is heel waar. Maar ja, fuck it, soms you do need the money. En ik heb zelf een redelijk flexibele geest, maar er zijn maar weinig mensen die het voor elkaar krijgen om daadwerkelijk te doen alsof geld er niet toe doet. En je kunt het proberen, maar echt geloof me, in je achterhoofd gaat altijd dat stemmetje, ja, maar ondertussen. En dat stemmetje is gewoon veel sterker. En ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik het zelf echt gedaan. Ik heb echt gewoon dingen gaan doen zonder na te denken over financiële gevolgen. En dat was omdat ik wist dat er genoeg backup was. Is.
Dus weet je, ik hoefde me geen zorgen te maken. Ik heb wel het patroon wat er was, heb ik doorbroken. Dus daar waar ik al 25 jaar mijn geld mee verdiende, daar ben ik eigenlijk mee gestopt. En toen bleek na een tijdje dat het ook prima vanaf andere plekken kwam. En dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht waar het vandaan kwam. Maar als jij het geld wat je verdient echt nodig hebt om rond te komen elke maand, ja, dan kan je niet. Ik zou zeggen, succes ermee. Je kan het doen alsof, maar dan is het lastig hoor, om dat dan echt voor Ja. elkaar te krijgen. Ook lekker Ja, doet niet de money. dan zou je het Ja. toch meer toch wel aan moeten trekken op een bepaalde manier. Maar op een andere. Ik denk dat je dan gewoon, ja, sowieso het hele idee dat jouw waarde afhangt van geld. Dat in geld uitgedrukt kan worden. Daar is al iets helemaal mis. En als je dat loskoppelt en geld gaat zien als een vriend waar je leuke dingen mee kan doen, die mogelijkheden geeft. En Ja. die gewoon ja, ervoor zorgt dat dingen kunnen, nou, dan is het een heel ander verhaal. En dan ja, gaat die hele stress ervan af. En dan ja, wordt het sowieso al leuker. Want het is natuurlijk op zich Ja. geld, weet je, geld maakt er eigenlijk verder niks uit. Nee. Ik las een. Het ging over communisme, maar dan zeg maar, een soort de oervorm. Waarbij je eigenlijk geeft wat je kan missen en neemt wat je nodig hebt. Dat is de basisvorm. En als je daarover na gaat denken, dan klopt eigenlijk enorm. Dus je geeft wat je kan missen. Dus als je dat, er is iemand aan het verzuipen en je staat er naar te kijken en jij hebt een touw. Dan is het heel logisch dat je dat touw gooit. Ik zou dan ook één kantje beet houden nog. En dan, dus dat, op dat moment, dan geef je wat je kan missen. En je geeft ook wat nodig is voor de ander. Terwijl ons huidige systeem is gewoon zo dat als iemand aan het verzuipen is, dan staat er iemand aan de kant met een touw. En die probeert dat aan je te verkopen. En op het moment dat je het verkocht hebt, dan roept die gast in het water. Ik wil het hebben. Ja, hoeveel geld heb je? Ja. En dan ga je met de familie. Dan ga je met zijn familieleden op de kant nog even. En ondertussen is die gast verzopen. Maar jij hebt wel een touw. En heeft heel veel waarde, dat touw. Terwijl er dan helemaal niemand meer aan het verdrinken is. En aan het einde van deze parabel hang je jezelf dan van ellende maar op. Want je hebt een touw, weet je wel. Dus ja. Maar Ja. de intrinsieke waarde van dat product en de noodzaak. En als ik ergens loop en ik heb een broodje en daar loopt iemand die echt honger heeft, dan krijgt hij dat broodje van Ja. me. Dus niet omdat ik een goed mens ben, maar hij heeft hem dan meer nodig. En wat ik het ergste vind in mijn leven is dat ik weet dat terwijl wij dit gesprek voeren, dat er gewoon in Afrika gewoon duizenden kinderen doodgaan. En als ik 1.000 euro per maand overmaak die kant op, red ik gewoon elke maand 10 kinderen. Nou, ik Ja. weet niet hoe het met jou is, maar ik vind het een lekker gevoel dat ik 10 kinderen red. Dus dan doe ik dat. Alleen, ik zou ook nog wel 2.000 of 3.000 euro over kunnen maken, eerlijk gezegd. Ja. Maar dan kom ik op het punt dat het voor mij wat oncomfortabel wordt. En die balans vinden, dus Ja. ook de verhaaltjes in je hoofd. Ik vind zo, ken je Sander de Kramer, die gozer die ook de daklozenkrant heeft bedacht Ja. in Rotterdam? Die chef Ouwe Dibbes. Chef Ouwe Dibbes. Die is dus op een gegeven moment gewoon, eigenlijk vanuit zo'n gedachte, het moet anders, is hij gewoon naar Afrika gegaan en is daar dingen gaan doen. Echt eigenhandig. Ik heb daar heb ik ook echt bewondering voor. Want ik weet donders goed waar de systeemfouten zitten. En ik denk dat ik soms ook nog wel weet wat ik eraan kan doen. En ik kom ook niet altijd in beweging. Natuurlijk doe ik mooie dingen met opstellen en noem maar op. En bij bedrijven. En ik ben op zoek naar de bullshit en ik haal het eruit. Soms denk ik ook wel eens van, jongen, gast, mag ook wel nog een klapje harder. Want het is wel echt urgent hoor. En als je Ja. dan op Twitter dat gezeik over klimaatactivisten, dan denk ik, die mensen doen niets. En heel eerlijk, de eerstvolgende keer ga ik er ook naartoe. Ik ga gewoon op die A12 liggen. Ik wil ook wel eens een waterkanon over me heen. Echt. Stomme boeren. Zo, je statement is gemaakt. Nee, Hey, maar ja. Ja. Nee, maar dat is wel, ja. Nee, ik snap. Maar goed, ja, het is iets om over na te denken. En het is iets om te bekijken van, nou, hoe kan ik dat doen? Hoe werkt dat voor mij het beste? En tot waar. Zeker. Ik heb mijn djembe-les, die vergoeding die ik daarvoor betaal, die gaat ook naar weeshuizen in Afrikaanse dorpen waar Ja. mijn drumleraar vandaan komt. Dus dan weet ik ook, oh, dat komt ook echt op de goede plek. En dan vind ik dat heel leuk. En dan denk ik, ja. Ja.
Alleen daarom al doe ik niet al te erg mijn best. Ja, maar Nog lekker lang door mag. precies, precies. Ja, maar goed, ja. Maar ja, dus het is. Maar ik denk ook dat uiteindelijk, want weet je, jouw stelling dat geld een vriend is en waar je leuke dingen mee kan doen, die klopt ook gewoon helemaal. En dus eigenlijk is ook geld in de goede handen, dat is misschien dat is ook wel weer oordelen, maar geld in de goede handen kan hele mooie dingen doen en geld in de verkeerde handen kan heel veel ellende veroorzaken. En het vervelende is, dat is bij alle systemen zo, dat je systemen hebben de neiging zichzelf in stand te houden. Er zitten altijd. Het systeem zoals het is nooit zo bedacht. Het is zo gegroeid en ontstaan. En er zitten allerlei mechanismes in die het intact houden. En om het ongedaan te maken, om de foute dingen, zeker in het geldsysteem, eruit te halen, zul je dus ook echt iets nieuws moeten bieden. Je zult, en volgens mij moet je dus rigoureuze keuzes maken. En ik denk zoiets als een basisinkomen, dat dat een goed idee is. Dan hoef je namelijk niet meer. Kun je gaan werken alsof je het geld niet nodig hebt, zie je? En dan ga je vanuit intrinsieke motivatie dingen doen. Dan ontstaat er een veel positiever beeld. Hoeveel mensen krijgen burn-out? Holy fuck. De halve wereld heeft een burn-out. Ja, het is als je daarover na gaat denken. Maar ja, ik word er ook altijd wel een beetje verdrietig van. Want dan denk ik, ja, blijkbaar is het er gewoon, nou ja, zijn er te veel mensen die willen dat het systeem in stand blijft. Want ik denk ook, ja, maar dat is toch de oplossing, mensen, kom maar nou. Maar goed, ik denk dan ook, ja, Het dat goede nieuws is, vraag ik me af. je hebt die hoogleraar in Rotterdam, Jan Rotmans, die zegt systeemverandering die vindt sowieso wel plaats. En je hebt ongeveer 20, 25% van de mensen nodig die het doorheeft. En elke keer als er een crisis is, komen er zo 2, 3% bij. En hij had berekend dat na corona dat we rond de 18 zaten. Nou gaan we er even vanuit dat de oorlog in Oekraïne gewoon de volgende is. Dus er komt er nog 2, 3% bij en dan zitten we tegen de 20, 21%. Nou, laten we dan hopen dat de bankcrisis die nu losbarst, dat dat er ook één is. En dan zitten we zo op de 25%. Het wordt namelijk onhoudbaar. Want er is niemand op de hele wereld die het uit kan leggen dat het een goed idee is dat Jeff Bezos goed is voor 60 miljard of zo. En ondertussen dat 25% van zijn personeel afhankelijk is van de voedselbonnen. En dat hij dan de ruimte ingaat met zijn eigen raketje. En dat hij terugkomt en zijn personeel bedankt omdat ze het mogelijk hebben gemaakt. Ja, het is toch zo grappig, jongens. Kom op. Het is toch te cynisch voor woorden. En er is niemand meer die zegt, ja, maar dit is oké. Okay. Dit is oké okay dat Jeff Bezos, die man, die is zo geniaal. Die is minimaal 60 miljard waard. Ik weet niet hoeveel jij waard bent, Kat. Maar Jeff Bezos is dus meer dan 60.000 keer zoveel waard als jij. Nee, Als mens, want hè? waarde is niet je waarde is niet gekoppeld aan geld, vind ik. Dus, dus die telt niet. Ja, nee, maar Ja. goed. Het is Nee, ja. alleen maar een getalletje dus. Ja, Maar ik precies. bedoel, ik maak dit statement omdat het is onzin. Je hebt namelijk gelijk. Je bent dit niet waard. Het is dus niet terecht dat je over dit geld mag beschikken. Dat is gewoon niet Nee, oké. En ik denk zelfs het dat. is ook virtueel, dus hoezo beschik jij daarover? Dat is Exact. ook zo'n interessante. Ja. Maar ik denk ook dat het niet goed voor je is. Want Nee. je gaat namelijk, je gaat geloven dat je bijzonder bent. En ja, iedereen is bijzonder, dat is ook waar. Alleen, ik denk dat Jeff Bezos echt, dat het niet zo gezond is voor zijn brein. Net als Elon Musk. En je ziet toch altijd dat die hele bizar rijke mensen toch altijd. Hey, overigens, je hebt toch, oh ja, hoe heet het nou, die reservaten van superrijke mensen, wat ze als ze op vakantie gaan, all inclusive. Dat is zo'n park, hoe heet dat? Geen idee. Club Med. Club Oh. Med. Ja, wel eens wat gehoord? Ja, maar dat was Ik. maar dat is toch niet voor de super super rijken, dat is gewoon voor de medium rijke mensen. Ah, ja, maar wel mensen die 10.000 euro per maand verdienen of zo. Weet je, zo'n Club Med vakantie Ja, kost zo gauw als duur. je daar gaat skiën. Als je gaat skiën, is het zo 20.000 euro of zo. Maar voor een weekje. Maar wat je dan ziet, dat zijn dus allemaal mensen die zijn entitled. Die vinden dat ze ergens recht op hebben. Dus de energie in zo'n restaurant bijvoorbeeld is echt niet zo fijn. Want die mensen zijn namelijk gewend dat ze normaal zo doen en dat er dan iemand aankomt sneller. Maar ja, hier is iedereen zo. Dat is ineens geen onderscheid meer. En dat is echt niet zo fijne energie, kan ik je vertellen. Maar goed, Ja, ik ik was dwaal. een keer op de Malediven, op een Malediven. En Een Maledief. ja, dat was een droom van mij om naar de Malediven te gaan. Vanaf mijn 14e was dat al een droom. En ik was op die Malediven en dan kregen we een persoonlijke butler.
Nou, ik kon daar helemaal niet mee. Ik kon daar helemaal niet mee. Ik vond dat zo ingewikkeld. Die stond dan helemaal ter dienste van de. En ik kwam dan af voor alles. En ik dacht, ja, joh, schat, ik ga zelf wel even. Het komt goed. Zo. Relax maar. Ik ging gewoon vooral heel veel kletsen met die mensen. Van, hé, waar kom je vandaan? En wat doe je? En kwamen uit Sri Lanka. En die kwamen dan daar geld verdienen natuurlijk. En nou ja, maar het was echt... ik vond het heel ingewikkeld. Ik dacht, nou, ik zou nooit dus puissant rijk kunnen zijn. Want ja, nou ja, goed. Maar het is, ja, weet je, rijkdom in de goede handen. Kan dan inderdaad, ja, daar hoop ik dan altijd op. Dat de rijkdom in de goede handen komt. Ja, nee, ik denk, maar ja, goed, dus volgens mij misschien is het ook wel een vraag die je al lang beantwoord hebt in je podcast, is wat is rijkdom? Ik hou heel erg van mijn eigen definitie van geld, tijdelijk opgeslagen energie. Ja. En weet je, want dan kan je er heel prima mee omgaan. Je stopt ergens energie in, dan krijg je even geld voor en dan kan je ook bij blijven, want het is ook echt van jou, het hoort bij je. Je hebt er iets goeds of iets leuks of iets belangrijks voor gedaan. Het is allemaal prima. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je een bullshit job hebt, en het maakt niet uit, weet je, iedereen moet doen wat hij wil, hè, of zo. Maar op het moment dat je gewoon iets doet wat niet echt bijdraagt, of erger nog, de wereld gewoon slechter maakt. Ik bedoel, als je nu bij Shell werkt en je gaat procesoptimalisatie doen om nog meer olie uit de grond te pompen, je weet echt wel dat het een heel slecht idee is. Dat weet je gewoon. En je hebt allemaal verhalen verteld in jezelf waardoor je het nog steeds mag en kan doen. Dat doe ik dus ook, hè, daar hebben we het net over. Waarom dingen die ik doe dan nog wel kunnen, weet ik veel. Maar in die end, ja, daar krijg je er geld voor. Dat geld komt op je rekening. En je voelt gewoon dat dat niet de oké energie is. Dat is gewoon... Daar zit volgens mij echt dat gevoel van burn-out en ellende. Ja. En als je gewoon de deur uitgaat, aan het werk bent en weet ik veel... Je hoeft voor mij niet in de zorg te werken. Maar het is wel lekker concreet. En ik ken ook een hoop muzikanten. En een flink aantal van hen, die zijn na jarenlang zo in de... aan de randen van het succes, weet je, net ervan kunnen leven, maar altijd ploeteren en, weet je, wel echt genieten van muziek maken, maar dan toch net niet ervan kunnen rondkomen. Die zijn dan heel vaak, zijn ze in een ander creatief beroep terechtgekomen. Toevallig ken ik er twee, die zijn allebei meubelmaker geworden. En ze zijn veel gelukkiger. En de grap is, wat ze dan zeggen is, het is zo concreet. En dan moet je voorstellen, ik bedoel muzikant, hè, dat is je passie. Maar als je dus met je passie elke keer zoveel moeite moet doen om dan dat stomme geld er maar bij te krijgen, dan wordt het stom geld namelijk. Dan zit er te veel energie op en dan gaat de echte waarde blijkbaar verloren. Nou, dan gaan ze een meubel maken en dan een heel concreet, hup, een tafel, die staat ook jarenlang bij iemand in huis. En dan wordt muziek maken ineens weer een passie. En dan zie je vaak ook nog dat er daarna ineens wel wat meer geld beschikbaar komt. Dus blijkbaar is de druk eraf gehaald of zo. Ja, loslaten is natuurlijk wel de beste manier, hè? Om sowieso iets te krijgen. Maar dan is dus volgens mij de uitdaging om iets te vinden wat je gewoon ook leuk vindt om te doen, wat misschien niet helemaal je allergrootste passie is. Ik heb vroeger ook nog wel eens in winkels gewerkt. En toen ik begon met... ik ben meer dan 25 jaar improvisatiecabaretier. Dat was echt, ik dacht, kan je daar geld mee verdienen? Wat gaaf. Zo begon mijn carrière. En op een gegeven moment was het op het punt dat ik af en toe wat geld mee verdiende, maar niet genoeg om van te leven. En toen ben ik... ik was eigenlijk zo'n pakjesbezorger voordat dat hip was. Avant la lettre. Dus ik reed elke ochtend met een bus met pakketten met tijdschriften. Een route van 35 adressen. Winkels, supermarkten. En dan bracht ik die tijdschriften en kranten. Maar dan stond ik dus om 4 uur 's nachts op. Reed naar dat distributiecentrum. Pakte de bus. Laadde hem in. Reed mijn rondje en was dan om 10:30 thuis. En dan begon mijn werkdag. Zo voelde dat. En dat stuk ervoor was gewoon geld. En dat was nodig om mijn werkdag te kunnen beginnen. Dus ik had het losgekoppeld. En dus zat dus geen druk op dat werk. Want ik had en toen nog ziektekostenverzekering. En gewoon een basisinkomen. Dat was 1100 gulden volgens mij. En daardoor kon ik op mijn gemak zonder druk dat werk starten. Dus dat zou ik ook echt adviseren. Als je met je passie je geld wil verdienen en het lukt niet, ga dan iets doen waarmee je geld verdient. Zodat je ruimte overhoudt om echt vanuit ontspanning en passie dat te kunnen ontwikkelen. Want anders wordt het wel echt stressvol. Ja, klopt. Ja. Ik ben ook zo begonnen met 4 dagen gewoon werk op advocaatkantoor. Ja. 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 Dus dat is, ik geloof daar ook in, hè? Ik zie in jou best wel een, hoe heette zij ook alweer? Bij Harvey Specter? Een suits?
Oh, die met die rode haren. Ja, zo ben jij ook wel Om een zich beetje heen. volgens mij. Ja, zo beide handen. Ja, nou, ik was wel bij de hand, ja. Ja, maar ik ben ook Ja. producer geweest, hè, dus ik heb ook lang in de televisiewereld gezeten. En dat is ook, Ja. ja, moet je ook al je bekje hebben, zeg maar. Tja. Maar ik dacht wel, ik heb geen zin meer dat mensen de hele dag mijn agenda bepalen. Dat vond ik echt op een gegeven moment echt irritant. Dus elke keer als ik dacht, nou ga ik nu dit doen? En dan kwam er iemand, kan je dit voor me doen? Toen dacht ik, oh nee, ik wil nu voortaan eigen baas zijn. En zo is het bij mij ontstaan eigenlijk. 1 dag in de week zei de arbo-arts toen, want ik dreigde een burn-out te hebben. En toen zei de arbo-arts van, ja, je moet misschien gewoon 1 dag in de week je eigen toko hebben. Dan kan je lekker de baas spelen over jezelf. En dan voelt dat heel lekker. En dan kan je creativiteit lekker in kwijt. En dan hoef je ook niet meer te zeiken op je baan. En dan kan je daar gewoon doen wat je moet doen. En dan is het in balans. En dat klopte. Dat was wel echt zo. Maar daar zit dan dus blijkbaar jouw goud. Dus de eigenaarschap over tijd. Ja, dat is voor mij extreem belangrijk. Ja. Ja. En dan ben je ook bereid om eventueel minder te verdienen. Ja. Omdat je dat waardevoller vindt. Ja. Ja, nou ja, en dan in mijn geval ook nog vooral eigenaarschap over energie. Want dat was het probleem natuurlijk, dat ik Ja. niet de energie onder controle kreeg, omdat ik daar namelijk heel veel Ja. focus op had liggen. En Ja. als je ergens heel veel focus op legt, op iets wat je niet hebt, dat is niet zo handig. Dus je moet de focus Oh, leggen dat op is iets wat je wel wil. ja. Dus daar is toen wel iets veranderd. Maar nou, over goud gesproken, wat is jouw grootste goud eigenlijk? Wat denk jij dat je grootste goud is? Het woord wat als eerste bij me opkwam is autonomie. Ik ben echt onafhankelijk. En tegelijkertijd ontzettend verbonden met van alles en iedereen. Dat is ook grappig. Dat is een soort, ik kom altijd in paradoxen terecht. Maar nee, dat is wel, en dat is volgens mij al wel mijn hele leven. Dat ik gek genoeg is dit systeem wat hier tegenover je zit, is in staat om keuzes te maken op basis van intuïtie. Ja, klinkt super vaag, maar ik heb zo vaak in mijn carrière en in mijn leven gewoon dingen gedaan waarvan ik achteraf dacht van poeh, wat een wijsheid of wat een goed idee. Terwijl toen ik het deed, was het alleen maar van nou. Ik kan je een concreet voorbeeldje van geven. Toen ik begon, deed ik van alles naast cabaret, dagvoorzitterschappen, rollenspellen, assessments, typetjes op feesten. You name it, als het gewoon maar op acteren leek, dan pakte ik het aan. En na een jaar of wat liep ik daar echt op leeg, omdat het gewoon ook heel vaak niet leuk was. Weet je wel, met een verkleedkist naar een feest gaan. En was ik echt wel klaar mee. Vrijdag, zaterdagavond, altijd laat. En betaalde ook niet supergoed. En het voelde ook een beetje cheap. En ik weet nog dat ik met Michel samen, en toen zei ik, ja, we moeten gewoon iets anders gaan doen, man. Ik zei, waar zijn we nou echt goed in? Waar zijn we echt goed in? En ja, impro-cabaret. Ja, impro-cabaret. Daar zijn we echt goed in. Maar dat was misschien 5% van wat we deden. Want dat kenden mensen ook helemaal niet, weet je wel. En toen zei ik, weet je wat, Mies? Vanaf nu gaan we alleen nog maar impro-cabaret verkopen. En Michel keek me aan. Van, nee, die was knettergek geworden. Die is gewoon helemaal krokjoren. Want het was ook een periode dat het niet zo goed ging qua geld. Althans, ik had het nog redelijk. Michel wat minder. Die had het net iets minder goed verdeeld. En toen, op de een of andere rare manier, geloofde die er toch in. En toen hebben we een laatste investering gedaan, een stand geboekt op een facilitaire beurs, waarin allemaal dranghekken en toegangscontrole en de festivals en evenementen. En daar hadden we Oké. een mini-theatertje gebouwd. En we hebben 3 dagen lang allemaal voorstellingen staan spelen van 5 minuten, aan één stuk door. En 3 dagen was mijn stem ook volledig, mijn god, het was echt kapot. En toen begon de telefoon te gaan. Daarna mensen gingen bellen en eigenlijk nooit meer iets anders gedaan. Dus ergens gevoeld van ja, dit is waar we in excelleren. Dit is waar we energie van krijgen. Dit is wat we leuk vinden, waar we goed in zijn. En dat moeten we gewoon gaan doen. En er belden er ook nog wel mensen die zeiden: Hallo, hebben jullie een mooi diner? Waar we dan vroeger altijd ja tegen zeiden en dan gingen we gewoon een mooi diner bedenken. En nu zei ik. Waarom wil je eigenlijk een mooi diner? Zei ze, ja, we willen gewoon een leuke avond met het. Oh, maar dan heb ik iets veel leukers. We hebben een impro-diner. Wat? Een impro-diner? Hoe gaat dat dan? Ja, dan denk ik, nou,
Twee setjes cabaret tussendoor en het gaat ook nog over jullie. Nou, dat vinden mensen altijd fijn. Dus had ik een impro-diner verkocht. En zo ging het groeien. Maar achteraf heb ik echt wel gedacht, wat een totaal absurde keuze. En nu, in deze tijd, ik denk dat ik zo ergens een cursus kan vinden die precies uitlegt dat dit de weg is, weet je wel. Maar dit was een soort innerlijk weten. En ik ben altijd, nog steeds, als ik het gevoel heb dat het echt zo moet, moet je echt je best doen om me te overtuigen van het tegendeel. Meestal ga ik het toch gewoon doen. Ja, En nou, dat is wel dat echt, soort dat is goud intuïtieve dat je daarop keuze. kan vertrouwen. Ja. Altijd wel goed gegaan. Wat Ja. overigens niet, ik bedoel, het is leuk om succesverhalen te delen, maar in mijn leven is het ook vaak zat fout gegaan. Maar daar kijk ik ook nooit met wrok of rancune of teleurstelling of zo op terug. Dus gewoon wat er is gebeurd. En als ik. Het enige wat ik wel fijn vind is, kan ik er iets van leren? Ja. Ja, precies. Maar dat is mooi, Ja. dat is mooi goud wat jij daar hebt. En nou, je rijkdom, daar Ja. heb je eigenlijk al best wel veel over verteld, wat jou rijk maakt. Zijn vooral mensen hoor, trouwens. Ik weet wel waar ik jou van ken. Wij hebben elkaar volgens mij bij Permanent Beta leren kennen. Ja, denk ik En ook. dat vind ik dus ook heel waardevol. Zoiets. Gewoon een netwerk van mensen die op de een of andere manier lekker resoneren met elkaar. Totaal verschillende types, maar wel, hey, we willen de wereld een beetje leuker maken of we willen de wereld wat beter begrijpen. En daar gewoon lekker over filosoferen en met elkaar dingen doen en ervaren. Super fijn. Dat is En voor mij ook, wel de echte rijkdom. ja, dat ben ik met je eens ook, want het is en ook zo'n clubje van die, ja, wat zeg je? Not the usual suspects, zullen we maar zeggen. Dat je echt denkt van lekker bende nerds bij elkaar en creatievelingen. En wat zeggen ze bij Permanent Beta? Bridging brains, tech and culture. En ja, dat is ook wel echt wat er gebeurt. En juist die kruisbestuiving tussen die verschillende disciplines. En mensen die gewoon, ja, gewoon leuke dingen durven te experimenteren. En zeggen van laten we een festival organiseren. En ja, dat wordt dan gewoon fantastisch. En je ziet ook dat daar ook geld weer een beetje op de achtergrond raakt. Op een gegeven moment ging het ook wel meedoen, maar toch het liefst zonder. En ik moet nu ook denken, sinds kort zit ik in een mannencirkel. En die is ook gewoon ontstaan. Ik weet niet eens meer precies door wie. En het is ook nog de mannencirkel Noord-Holland. Nou, ik weet niet of je Noord-Holland een beetje kent, maar Ja, ik ben daar wij zijn geboren. niet de meest gevoelige. We zijn niet de meest gevoelige mannen. In ieder geval in uitstraling niet. Dus dat zijn allemaal stoere kerels. En een stuk of inmiddels 30 van die stoeren zitten in een appgroepje. En eens in de zoveel tijd zegt iemand. Nou, ik laatst. Hé, jongens, ik ga een opstelling doen, een mannenopstelling. Wie komt er? Nou, dan komen er 12 van die gasten binnen. Caravanverkoper en nou, fysiotherapeut. En dan heel kwetsbaar delen met elkaar. Super mooie ervaring. En dan nou gaan we binnenkort weer met een clubje eruit gaan we naar een zweethut. Dat is sowieso ook een favoriet ding van mij. Vind ik echt fantastisch. Nou, gaan we weer met een groepje zweethut. Beetje verhalen delen. Maar dat is dan de mannenenergie en een beetje. Ik ben daar inmiddels dan. Voor mij ben ik de oudste. Dus dat is ook grappig. Die fase begin ik nu te komen. Ja, 50. En dan heb je ook wel wat te delen. Maar het is ook zo'n groep. Gewoon totaal willekeurig bij elkaar geraapt. En ik ben nu gisteren begonnen met een cursus die ik kreeg samen met Michel. Boeddhisme en improvisatie. Daar komen dan ook 8 cursisten op af. Die ook allemaal heel anders zijn. Die allemaal iets hopen te leren. Ja, super gaaf om dan die lessen uit die jaren, een stukje van de vaat die ik vertel, maar de impro en meditatieoefeningen en ademhalingen, om dat allemaal te combineren tot iets wat heel leuk is, maar vooral ook gewoon dat echt met elkaar te doen. Ik bedoel, ja, ik ben daar de leraar, maar voor mij is de hoogste vorm van leren is leraarschap. Dus als je het kan uitleggen aan een ander, dan leer je daar zelf ook enorm veel van. Dus voor mij is het ook gewoon een cursus. En ik merk dat ik niet zo goed meer ga op meedoen in groepen. Ik doe het nog wel, omdat ik gewoon ook vind het leuk om nieuwe ervaringen te doen. Maar als ik in een groep ben en er wordt gedeeld, over het algemeen heb ik al wel een redelijk beeld wat er speelt onder de oppervlakte. Dat is gewoon de gevoeligheid van een opsteller. En daar onttrek ik me dan vaak wel een beetje aan, omdat het anders wel veel wordt. Komt allemaal te veel binnen. Maar lekker met zo'n clubje, lekker zweethutten. Wat lachen ze, hè? Ja, dat. Volgens mij, Ja, nou, voor vrouwen is er heel veel van dat.
En ik heb al vaker gehoord van inderdaad van vrienden dat ze zeiden van ja, ik zou daar best wel behoefte aan hebben eigenlijk om gewoon eens ook niet alleen maar stoer te lopen doen in de kroeg, maar ook gewoon ja, eens wat andere dingetjes te delen. En ja, volgens mij is daar is wel Maar animo voor, zeker weten, ja. weet je het grappige? Als het gaat over spirituele groei en mannen, dan zie je dat het ijsbadje heel populair is. Omdat Ja. dat ook iets is waar je als stoere man, hè, dan kun je er natuurlijk lekker op aangaan. Dan kan ik ga gewoon in het ijs zitten. Nou, dat kan ook heel goed op die manier. Maar daarna zie je ze vaak, dan leren ze iets over ademhaling en mediteren. Dan zie je ze ineens, oh, wacht even, dit is er ook. Dus het is een mooie ingang. En wat ik grappig vind, is dat zo'n mannencirkel. Ik had al een keer eerder, dat was toch bij Permanent Beta, bij het festival, was er ook op een gegeven moment een mannencirkel. Ik denk, nou leuk, ga ik mee. Het ging we zitten, jongen, en het werd met een partij echt. Oké, het was zo zacht en zo. En ik op een gegeven moment met mijn grote bek en mijn humor. Zeg ik, hey, jongens, dit is toch een mannencirkel? Het lijkt wel of ik in een vrouwencirkel terug. En ze lachen. Maar dat is ook een soort perceptieding. Weet je, überhaupt die dualiteit man-vrouw. Ik vraag me af of dat nou echt. Weet je, ik geloof er helemaal niet in. Want je ziet nu vrouwelijke leiders, dat zijn vaak mensen die het op de manier doen die we kennen van mannen. Ik zeg niet dat dat mannelijk is, maar dat is die manier. En ja, er is veel meer behoefte aan verbinding en voelen. Maar dat wordt dan nu bij de vrouwen belegd. Maar dat kan ik toevallig ook heel goed. En ik vind dus zo'n mannencirkel, deze, het is lekker concreet. Gewoon een groepje kerels, appgroepje. Er is niks georganiseerd. Het gaat niet over geld. Yo, weet je, ik organiseer dit. Ik heb een zaaltje gehuurd. Als iedereen 2 tientjes betaalt, dan zijn we er wel weer uit. Ook hier zie je weer, het geld wordt eruit gehaald. En ineens komt er een hele pure onderstroom tevoorschijn. Ik vind dat zo interessant. Ik Ja. moet dan nog één dingetje wat ik dan te binnen schiet. Je hebt volgens mij ruimte om te raken wel gezien. Begin van de corona heb ik Ja. dat georganiseerd. Ja. Zet hem er maar bij als je wil in de show notes. Ruimteomteraken.nl. Corona was er en er was zo'n behoefte toen aan iets van kunnen we elkaar nog raken? Die vraag. En Niels Roemen, ook iemand uit het netwerk, die stelde die vraag. Ik haakte erop aan en we hadden binnen 3 dagen een groep mensen uit het evenementenvak. Echt de top van de top. En iedereen wilde meedoen en iedereen deed voor niks. En de uitvoering was fantastisch. En het was zo ongelooflijk raak. We hadden iPadjes in plaats. Nou goed, zoek het maar op. Het was echt fantastisch. En Typhoon. Daar zat ook nog een mooi ding in, want ik had toevallig een paar maanden ervoor een brief aan Typhoon geschreven online. Eigenlijk vanuit iemand die geraakt wordt en gesteund wordt door kunst. Zo had ik een brief, een open brief naar hem geschreven. Die was bij hem terechtgekomen. En daar had hij me al voor bedankt. En vervolgens stonden we tegenover elkaar in dat evenement. En daar was zoveel erkenning. Ja, al die verbinding. Het was zo magisch en 0 euro. En later hebben we het nog wel eens geprobeerd om nog iets te doen. En toen was iedereen toch alweer geld aan het verdienen. En zo. Het lukte gewoon niet meer. En er is iets wat zo in de onderstroom vergiftigt. Dus ik ben helemaal met je eens. Geld is een fantastische vriend. En kom maar op. Het mag er zijn. En ik geniet ervan. Echt. En tegelijkertijd, het is zo'n slecht idee. Want we moeten die waarde. Die moeten we gaan delen, die moeten we gaan herkennen. En ja, daar hebben we dus nu nog steeds geld voor nodig. Maar ik zou het zo fijn vinden als we kans zien om dat helemaal los te laten. En gewoon allemaal in volle overgave leven, want er is toch genoeg voor iedereen. Tada, dat lijkt me echt geweldig. Ja. Ja, loslaten en dan anders vasthouden. Wat dacht je daarvan? Ja. Dat kan Ja, ook. maar dan is het volgens mij. Vasthouden voor elkaar en misschien ook elkaar vasthouden. Weet je, dat basiscommunisme. Weggeven waar je te veel van hebt en krijgen, ontvangen wat je nodig hebt. Ja. 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 Zoals je dat soms aan de bomen ziet hangen van die briefjes met take what you need. En dan staat er onder zo een hug of een te. En dan kan je dat er zo Ja. afscheuren. Dan kan je dat meenemen. Ja. Het is ook zo gek, hè? Want als ik zo, dat is, ik vind het een leuk onderwerp. Als ik na zit te denken over wat zijn nou de momenten in mijn leven waar ik echt met heel veel warmte aan terugdenk. Er is nooit van, oh, toen kreeg ik heel veel geld. Dat zit er echt niet tussen. Maar het is dus wel, hey, toen heb ik iets heel moois gemaakt en dat geld deed niet mee toevallig. Of Ja. iemand gaf me onverwacht een mooi compliment. Of net als zo'n cursus die we nu geven. Ik heb ook gezegd op de eerste dag van ja,
waar wij bedenken dat de les zit, weet ik nu al dat die niet gaat zitten. Iedereen gaat er gewoon zijn eigen les uithalen. En ik heb niet de illusie dat ik daar invloed op heb. En als dan na afloop iemand een berichtje stuurt en zegt, hey, jullie deden dit en dit en dat heeft dit en dit veroorzaakt, daar ben ik super dankbaar voor, dan ga ik aan. Dan denk ik, ey, wat tof, weet je. Dus het is zo klein en zo, het gaat eigenlijk altijd over verbonden zijn met iets of iemand wat groter is dan jezelf of zo. Ja. Weet je. En in het dagelijks leven leef je gewoon lekker door, hè. Je gaat naar de winkel weer boodschapjes doen, eten koken, huis moet schoongemaakt. Dat is ook gewoon allemaal aan de hand. Nee, maar die verbinding en zo, dat is natuurlijk de purpose, dat is de zingeving en dat is natuurlijk uiteindelijk het hoogste goed. Dat, ja, dat kan niet anders. En dat kan alleen maar, wie zei daar nou zoiets moois over? Dirk de Wachter, die psychiater, die Vlaamse psychiater. Dat we eigenlijk alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van anderen. En dat omdat anderen ons zien, daardoor kunnen wij zeg maar echt shinen op een bepaalde manier. Ja. En ja. Het is zo. Ik had het net over dat vat van die zelfliefde. Dat is natuurlijk. Zelfafwijzing zorgt ervoor dat dat vat niet gevuld is. Mm. En volgens mij doe je dat ook alleen maar ten opzichte van anderen. Ik heb er wel eens een beetje op zitten mediteren. Toen dacht ik: wat nou als je geboren wordt op een onbewoond eiland? Wat natuurlijk niet kan. Maar, hè? Maar je bent ineens op een onbewoond eiland. En er is niks of niemand anders, behalve dat er wel genoeg voedsel is. En je leeft daar gewoon. Dan is er geen enkele sprake van afwijzing. Want je bent niet verbonden. Er is niks waar je tegen mee kan vergelijken. Totdat er op een bepaalde dag een aap op het eiland komt en die klimt de boom in. En dat zie je hem doen en dan denk je, dat lukt mij niet. Volgens mij is dat dan het begin van dat je baalt. Van de ellende. Ja. Ik kon die boom niet inklimmen. Dus het is echt een vergelijking met iets of iemand anders. En toevallig in dit fabeltje is het dan een aap. Dan ben je dus al aan het vergelijken met iets wat anders is dan jij. Ja. Dus je kan beter dan, als je er toch bent, kijken of je vrienden kan worden met die aap. En dat hij dan gewoon lekker die boom inklimt om dingen te plukken die je dan deelt. En dan kan je hem aanmoedigen vanaf onder of zo. Ja. Dat is veel pak leuker. Die banaan, pak die banaan. Ja. En hij wordt dan weer waarschijnlijk blij van jouw enthousiasme. Je gaat hem ondersteunen en je gaat hem roemen. En nou, misschien is er ook nog wel iets wat hij van jou kan leren. En zo maakt dat zoveel leuker. In plaats van dat je ook per se die boom wil. Of tegen jezelf zegt, ja. En dan kan ook, nee, ik wil die boom helemaal niet in. Ik ben nog nooit in die boom geweest. Waarom zou ik nou ineens die boom in moeten? Ja, dat je heel boeiend. Dan ben je de uitvinder van de cognitieve dissonantie. Ja, precies. Ja. Ja, oh, grappig. Ja. Ik vind het wel een leuk voorbeeld van het eiland, ja. Terwijl ik dus inderdaad altijd gedacht heb, ik zou er prima kunnen survival op een onbewoond eiland in mijn eentje. Geen punt. Ja. Maar dat weet ik helemaal niet, hoor. Maar dat is een idee wat ik heb daarover. Dat heb ik altijd gehad. Ja. Maar nou, nu je dit zegt over die aap, denk ik, ja, ik zal zeker toch wel vriends met die aap worden. Absoluut. Misschien ook wel met die haaien. Ja, het is grappig. Gisteren, wij begonnen die cursus met stiltewandeling. Dus we hadden even ongemak gecreëerd, een klein beetje. Dus mensen kwamen binnen in stilte, moesten ook in stilte blijven. Dat was in ieder geval ons verzoek. Dat is wel heel raar als je binnenkomt in een groep die je niet kent. Je weet, ik ga zes cursusavonden met deze mensen. Iedereen wil dan toch kennis maken. En nou, dan zit je daar zo te wachten op een bankje eentje. En daarna gingen we wandelen in stilte. Dus volg mij en Michel, die liep erachter. Het regende ook nog, dat is echt kut weer. Daar baalde ik van. Hey, wat grappig, ik heb hier een oordeel over. Toen dacht ik, ah, voor de ervaring is dit eigenlijk veel interessanter. Want als het lekker weer is, dan. Ja. Nu vinden ze er veel meer van. Dat was ook de bedoeling. Onderzoeken, wat vind je van? Dat wisten zij nog niet op dat moment. En toen liep ik zo omheen te kijken. Toen zag ik al die huisjes. En dan zit iedereen naar zijn scherm te staren. Die worden ook steeds groter. En zo kamer naar kamer naar kamer. En allemaal voortuintjes die redelijk waren bijgehouden. En af en toe eentje met een paar scooters erin. Die was dan helemaal niet bijgehouden. En je bent daar de hele tijd over aan het orde. En dan zie je pas hoe raar het is. Want wij liepen daar met een groepje wat te doen. Weet je wel. Ik vond het echt een topavond. En uiteindelijk, dat zei je ook. En het voelt zo waardevol. En dan denk ik, god, en dan zit iedereen daar zo in dat eigen huisje. Achter die,
op die eigen bank naar een eigen tv te kijken. Naar dingen die niks, die hun op geen enkele manier aangaan zelfs. Want het beïnvloedt je leven niet eens, man. Dat hele gedoe in Oekraïne, het is vreselijk. Maar het is niet dat je er dagelijks iets mee te maken hebt. Ja, de inflatie. Ja. Maar ja, daar heb ik ook nog steeds geen last van. Ik kan nog steeds dingen kopen. Dus we hebben het leven zo raar gemaakt. En al die mensen die daar dan zitten, die zitten te kijken en te oordelen over wat op dat scherm komt. Terwijl er misschien daarnaast een buurman alleen zit, die gewoon even een gesprek zou willen. En als jij dat dan doet, dan voel jij je ook beter, want je voelt dat enthousiasme ook. We hebben zo'n rare samenleving gecreëerd. En ik ben daar verder niet boos over of verdrietig over. Ik zie het en ik denk alleen maar, laten we het anders doen. Laten we het permanent beta doen. Laten we een festival organiseren waar allemaal leuke mensen komen. Of ook stomme mensen, voor mijn part. Die worden dan vanzelf leuk. Ja. Weet je, zo. En ik vind dat de samenleving ook zo moet. Ik zit hier nu uit te kijken op onze. Ik zit in een huurhuis. We zijn bezig met een huis dat gaan we bouwen. Heel verhaal. Maar hier heb je dan de achtertuintjes. Dus ik zie dan allemaal schuurtjes en allemaal schuttingen. En ik denk, oké, als nou iedereen die schuttingen weghaalt. En we alles wat nu pad is, maken we gras. En dan heb je ineens gewoon een heel soort park met elkaar. En dan kun je elkaar ontmoeten. En dan hou je wel het stukje voor je huis. Dat is gewoon wel van jou, weet je wel. Maar dan kunnen kinderen zo'n beetje rennen. En dan zou zoveel leuker zijn. Ik ga het niet voorstellen, want niemand gaat ja zeggen. Omdat we allemaal denken dat we die privacy nodig hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat je gelukkiger wordt als je dat wel doet. 100% zeker. 100%. Nou ja, dat moeten we dan maar gaan bewijzen. Dus ik ga nu een huis bouwen met 9 andere huishoudens. Dan gaan we een gebouw verbouwen en er komen 9 huizen in. En daar hebben we dan inderdaad 1 grote gezamenlijke tuin. En we hebben nu heel veel discussies. En dat hoort er ook bij. Maar iedereen wil het wel. Iedereen voelt wel van ja, dat is echt veel toffer. Want één grote gereedschapsschuur met een werkbank en allemaal gereedschap is veel leuker dan net niet genoeg gereedschap. Ja, precies. Maar dat koffers. Hoeveel koffers heb jij, Kat? Hoeveel koffers ik heb? 4. Ja. En nogal reizen. Wij 3. Ja, nou wij hebben de 3. En hoe vaak gebruik jij ze? Hoeveel dagen per jaar? Nou, ik gebruik mijn trolley best wel veel. Ook als ik een weekendje wegga of als ik ergens naartoe ga, ik gezin op de show. Ik reis alleen met handbagage, hè? Dus ik heb sowieso. Maar je voelt wel waar ik heen wil, toch? Ja, ik bedoel, ieder huishouden heeft gewoon 3 of 4 grote koffers. En die zijn maximaal 4 weken per jaar op pad. Dus met 9 huishoudens heb je echt geen, 9 keer 4 koffers nodig. Ik denk dat je aan 3 keer 4 koffers genoeg hebt. Ja. En hetzelfde geldt voor fietsen. Ja. Laura en ik hebben allebei een fiets. Ik heb ook nog een wat sportievere fiets. Weet je, dat is helemaal niet. Ik fiets bijna nooit op die oude fiets van mij. Dus die staat hier maar te staan. Dus laat dan gewoon iedereen erop fietsen die hem nodig heeft. Ik wil alleen een fiets kunnen gebruiken als ik hem nodig heb. Snap je? En dat proberen we in ieder geval zo in te gaan richten. En ik zou ook er echt voor pleiten. Maar dan zie je ook weer, dat hebben we dus al eerder bedacht. Hè? De opkomst van de deeleconomie heette dat zo mooi. Airbnb bestaat volgens mij nog steeds. Maar, ja. Supergoede ideeën. En wat zie je? Geld komt erbij en het wordt weer een kutzooi. Ik bedoel, Airbnb, de luchtbed, hè? Airbnb. Ja, ja, dat was het idee van een luchtbed in een kamer en een boterham. Dat je gewoon bij mensen thuis sliep. Dat was het idee. Ja. Super tof. Werkte ook. En vervolgens is het nu een soort groot kapitalistisch kutsysteem geworden wat half Amsterdam op zijn kop zet. Ja, dat komt omdat er geld bij is. Het mag niet meer in Amsterdam, hè? Tenminste. Nee. En die scootertjes die overal op straat liggen, dat is geen deeleconomie. Dat is gewoon gebruik maken van de openbare ruimte als showroom. Weet je, het zou deeleconomie zijn als ik gewoon een scootertje mee kan nemen van iemand anders en daar goed voor zorg. Of als wij met elkaar eigenaar zijn van die scootertjes en er met elkaar goed voor zorgen, dan wordt het een deeleconomie. Ja. En ik denk dat we daar wel gaan uitkomen uiteindelijk, want we moeten het even ontdekken. Nou ja, ik woon in zo'n project, hè, met allemaal zeg maar 2 panden en dan 7 verdiepingen per pand. En dan op elke verdieping alle culturen vertegenwoordigd. Dat is echt zitten puzzelen volgens mij. Ja. En dan een gezamenlijke binnentuin.
waar ze dan gaan. dingen wilden gaan organiseren. Maar ik kwam hier wonen net voor corona. En dus het eerste buurtfeest met barbecue, met internationale gerechten, dat was al afgezegd. En er is nooit meer een nieuwe gekomen. En ja, dat is eigenlijk een ja, soort pijnlijke dood gestorven, dat plan. Maar op zich, dat hele idee van dat je met elkaar een soort community bent. En we hebben ook van tevoren, voordat we hier kwamen wonen, elkaar ontmoet en met elkaar gekletst over van wat vinden we belangrijk op de gang. Weet je wel, mag je je vaderzak blijven? Allemaal van die praktische dingen, maar ook wel gewoon. Hey. En ook groepsapp, weet je wel, van nou, als iemand iets nodig heeft, dan kan je het van elkaar lenen. En er zijn heel veel mensen die dat ook echt doen. En boeken bijvoorbeeld, we hebben ook allemaal op elke verdieping staan kastjes waar boeken in staan en tijdschriften en zo. En die kan je dan gewoon pakken en Leuk, dingen. leuk. Ja, te gek Dus toch? Ja. Leuk. Maar die ja. barbecue moet jij gewoon organiseren. Weet je, dat moet je namelijk heel simpel maken. Je zegt gewoon, ik ga aanstaande zaterdag barbecuen. En als je aan wil sluiten, dan moet je ervoor zorgen dat je wat te eten en te drinken meeneemt. Ja, Dat. ik heb niet zoveel met barbecue aan zich. Nee. Maar ik vind het, nou ja, Ja. maar gewoon het idee van dat je met elkaar gewoon kletst. En nou ja, en dat idee Ja. van wat je vertelde over die televisies die je op elke verdieping. Ja, ik kijk hier bij. Ja. Niemand heeft hier gordijnen. Ik weet ook niet waarom niet. Maar ze hebben allemaal ramen van het plafond tot de grond. Dus ze zijn allemaal Ja. gewoon kijkkastjes. En als je hier dus gewoon een. Ja. Ik heb Ja. dus ook geen televisie. Want ik kan gewoon Nee. hier zo gaan zitten. En dan kan ik bij iedereen kan Ja, ik kijken. ja, Dus dat ja. is ook wel. Maar het is best. Als je daarover na gaat denken, dat is een gekke wereld, ja. Maar goed. Ja, toch? Hey, ja, absoluut, ja. Hey, ik wil nog even een paar dingetjes met je bespreken. Namelijk, we hadden het al een beetje over inspirerende zaken. En ik ben ook wel nieuwsgierig Ja. naar. Wat is jouw favoriete boek? En waarom? Eén boek. Eén boek. Ja, dat wordt een roman dan, denk ik. Ja? Ja. De Wolkenatlas van Dave Mitchell. Oké. Oh, Ja. dit is ook een film van, ja, Cloud Atlas. Ja, die film is echt ruk. Oh Is ja, echt die heb ik nog niet vreselijk. gezien. Ja. Omdat het. Ik vind het een geniaal concept. En het is ook nog eens heel goed uitgevoerd. Eigenlijk vertelt hij vijf verhalen in één boek. En het eerste verhaal begint ergens op het moment dat de mens net begint te communiceren. Die praat ook in een soort oertaal. Hij verzint daar echt een eigen taal die je ook vrij snel snapt. En het laatste boek gaat over de to verre toekomst. En er zitten wat verwijzingen en je ziet bloedverbanden. Nou, misschien vond ik het ook zo gaaf omdat het iets met systeem deed. Bedenk ik nu hoor. Want toen Ja. deed ik dat nog niet meteen opstaan. En elk boek wordt halverwege afgekapt. En dan ga je ze door tot je het middelste verhaal leest. Dat gaat helemaal door. En dan gaan die andere verhalen in omgekeerde volgorde weer. En dan eindigt het Oh. dus weer. Dus de Interessant. structuur is heel interessant. Ja. En ik vind romans gewoon gaaf omdat het je meeneemt naar een andere wereld. Ja. En daardoor krijg je een soort perspectiefverschuiving. Ik lees ook best wel veel non-fictie. Maar ik vind eigenlijk de fantasie fijner, omdat daar is alles mogelijk. Ja. En ik moet zeggen dat de laatste zin, en ik ga parafraseren, maar die gaat ongeveer zo als, gaat over invloed. En dan zegt over zoiets iets van, maar is het dan niet veel meer dan een druppel in de oceaan? Waarop het antwoord is ja, maar is de oceaan ook niet gewoon een verzameling druppels? Ja. En dat is iets wat ik echt met me meedraag. We hebben het er vandaag over gehad, hè, hoe groot het is en hoe nietsig je kan voelen. Maar ja, dat grootste, daar zijn we ook deel van. Je bent onderdeel van dat grote geheel en je weet niet waar je invloed zit. Dus wees positief of wees realistisch. Doe dingen die anderen niet schaden. Doe dingen vooral ook die jezelf niet schaden. Want als je alleen maar bezig bent met de ander, doet dat jou weer pijn. Oh, maar weet je, leef een leuk, waardevol leven. Het liefst in verbinding met anderen. Hè? Leuke dingen doen met leuke mensen. Want dat beïnvloedt die oceaan. Ja. Daar ben ik zeker van. Ja, Ja, je weet alleen mooi. niet hoe. Nee, maar goed, misschien moet je dat ook niet weten. Misschien is dat juist wel de kracht. Nee. Ja. Dat moet je in vertrouwen en sterker nog, dat moet je in overgave doen. Dat is wel een van mijn favoriete woorden. Ja, Ja. mooi. En heb jij ook iemand die een voorbeeld voor jou is? Een ondernemer of een andere persoon waarvan je zegt van nou, dat vind ik echt bijzonder iemand of.
Ja, nou laat ik dan maar weer bij mijn eerste gedachte gaan. Ik vind Ricardo Semler vind ik een interessante ondernemer. En volgens mij juist omdat voor mensen die hem niet kennen, hij heeft een vrij industriële bedrijf in Brazilië, Semco. Ze maken machines. Dat nam hij over van zijn vader. En een week later, hij was nog heel jong, een week later had hij de helft van zijn, nee niet de helft, hij had al zijn middelmanagement ontslagen, omdat hij door had dat ze niks toevoegden. Wat best wel concreet is. En het grappige is dat heel veel mensen denken dat zelfsturing bij organisaties niet werkt. Dat kan alleen maar bij kenniswerkers en zeker niet bij industrie. Eigenlijk is de onderstroom, daar zijn die mensen helemaal te dom voor. En Semco laat zien dat dat totale onzin is. Dat als je mensen vertrouwen geeft, een taak verantwoordelijk maakt, dat een organisatie floreert en dat mensen gelukkig zijn en betrokken. En dat is echt ook wel een aanrader, dat boek Semco Style. En dit is al begonnen, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90. En ik vind het gek dat het niet veel meer gemeengoed is geworden. En wat ik er vooral tof aan vind, is dat dat lijkt dan zacht, zelfsturing en zo, maar het tegendeel is waar. Ricardo Semler heeft bijvoorbeeld geen bedrijfsbeveiliging, wat bijna alle organisaties wel hebben. En hij zegt, het is heel simpel. Als ik jou vertrouw dat je goed werk voor me doet, vertrouw ik je er ook op dat je niet van me steelt. Hij zegt, maar ik ben realistisch genoeg om te weten dat 3% van de maatschappij bestaat uit dieven. En dus bestaat bij Semco ook 3% van de organisatie uit dieven. Hij zegt, als ik achterkom, word ik ontslagen. En omdat bijna alle collega's mede-eigenaar zijn en zich verantwoordelijk voelen, zullen die wel controle uitoefenen. En dat gebeurt dus ook. Dus op het moment dat iemand een pen meeneemt, of een pak papier, dan neemt hij dat niet van Semco mee, van dat grote onbekende bedrijf, maar dan neemt hij dat mee van zijn collega's. En dat is gewoon dat is eigenwaarde en verantwoordelijkheid. Dus ja, dat is wel een voorbeeld voor me. Ja, Ja. bijzondere gast inderdaad. Ik heb toen bij Tegenlicht een keer een docu over hem gezien. Dat was echt wel Ja. fascinerend. Hij heeft een hotel gebouwd met een prachtige plek in de natuur, vlakbij een dorpje wat echt, ja, wat ook helemaal aan het vergaan was. En hij heeft gewoon al die mensen in dat dorp, heeft hij dat hotel laten bouwen en met hun. En uiteindelijk heeft hij ze ook allemaal in dienst genomen. Dus dat dorpje floreert weer. En dat hotel, wat hij daar bijvoorbeeld doet, is als je daar binnenkomt, het is een heel luxe hotel, als je daar binnenkomt, is één iemand verantwoordelijk voor jou. Dus die check jou in en die is voor je roomservice en die maak je kamer schoon en op. En dan krijg je ook een hele andere relatie met een plek. Ja. Ja. Ik vind dat ze tof. Het zijn hele logische, slimme systeemveranderingen. Ja. Ja, mooi. En Eckhart Tolle vind ik ook inspirerend. Eckhart Tolle. Ja, nou ja, die wordt wel vaker genoemd, inderdaad. Nee, maar Ja. het gaat over. Dat gaat voor mij over overtuiging. Dat soort mensen, je ziet gewoon bij hem en bij heel veel anderen ook, daar zit rust in. Daar zit, weet je voelt gewoon, oh, hij weet waar dit voelt echt. En dat vind ik fijn. En dan zijn er dus duizenden andere mensen die dat allemaal niet hebben. Die ook dingen zeggen die kloppen. Michael Pilacic bijvoorbeeld. Die zegt allemaal dingen die kloppen. En als ik word er helemaal kriegel van. Nou ja, dat heb ik Ja. bij Eckhart Tolle niet. Ja, nou ja, omdat het vanuit een innerlijk weten komt. Ik denk dat had je al eerder gezegd, dat Ja. je dat zelf ook zo heel erg. Ik denk dat je dat herkent. Dat je herkent of Ja. iemand het vanuit innerlijk weten zegt, of dat iemand eigenlijk gewoon, ja, misschien een kopie is, nou ja, of een wannabe of whatever. En dat is niet erg Ja. verder, maar dat is Ja. wel. Want zo kan je natuurlijk wel bij je innerlijk weten komen, uiteindelijk, hè? Ja, hij, kijk, Ja. zij helpen ook heel veel mensen. Er zijn heel veel Ja. mensen die, duizenden mensen zelfs, die naar zijn seminars toe gaan en die er echt iets aan hebben. Dus Ja. supergoed. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik bedoel, ja. En dat jij er dan allergisch voor bent, nou ja, dat mag ook gewoon, Ja. hè? Ja. Dat is mijn probleem, Dat is jouw hè? probleem. Ja. Ja, precies. Ja. 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 Als ik jou echt zou kennen, Erik, wat zou ik dan weten over jou? Ja, ik geloof niet dat ik heel veel geheimen heb gehad. Oh. Nee. En ik heb natuurlijk, ik neem zelf mijn podcast op waarin ik ook best open ben. Heb jij het idee dat er iets is wat je niet van me weet, waar je nieuwsgierig naar bent? Nee.
Ik wil het van jou, ik wil gewoon van jou iets horen. Het mag ook een Ja. quality quirk zijn, hè? Gewoon iets geks aan jou of zo. Een gekke gewoonte Ja. die je hebt. Of... Nou, dan, ja, die heb ik wel, maar die heb ik wel eens een keer eerder verteld ook. Ik heb drie bekers van een Nederlands kampioenschap in drie verschillende disciplines. Dus ik Oh. ben 3 keer net het beste geworden in respectievelijk windsurfen, stijldansen en herendubbel badminton. Oh, wat grappig. Dat is wel variatie. Ja. Ja. Ah. En dat is wel een beetje. Ik ben iemand die vrij snel dingen ook vrij goed kan, ook fysiek. Ik ben best handig met mijn lijf. Wordt wel minder. Dat is gewoon een kwestie van ouder worden, hoef je niks voor te doen. Maar ik ben niet iemand die tot het gaatje gaat, omdat ik het leven veel te leuk vind om ook allerlei andere dingen te doen. Dus ik kreeg op mijn 17e kreeg ik een contract aangeboden van O'Neill om professioneel surfer te worden. Ik heb een half jaar met hun materiaal gewerkt als contract. Dus ik kon toen, ja, ik voor een paar jaar lang gewoon surfend mijn geld verdienen. En ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik had ineens een heel sterk, ook weer zo'n intuïtie, ik had een heel sterk gevoel over, ja, maar dan ben ik dus het hele jaar alleen maar op het strand met dezelfde groep gasten. En ondanks dat ze heel leuk zijn, is het ook best wel simpel. Die zijn namelijk alleen maar bezig met windsurfen. En meiden, nou ja, dat laatste, daar kon ik ook prima mee. En windsurfen vond ik ook te gek. Maar om daar nou gewoon de hele dag alleen maar over wax te praten en over boards. En ach, dat, ineens dacht ik, ja, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus dat heb ik laten gaan. Maar ik ben daar dan ook niet fanatiek genoeg voor. Of misschien heb ik gewoon genoeg andere dingen. En stijldansen. Latijns-Amerikaans tweede, ballroom derde. En dat vond ik ook heel leuk, totdat dat ook zo fanatiek werd dat mensen elkaar bewust op hun tenen gingen staan tijdens wedstrijden en zo. Echt heel vals. Nou, dan dacht ik, ja, jongens, doe normaal. En badminton, ik had een trainer, die kwam uit Indonesië, daar staat volkssport nummer 1. Die man was toen al oud, ik denk 45 of zo. En die had één arm. Wauw. Wat gewoon heel grappig Ja. eruit. Dat is heel grappig als je een badminton met één arm ziet. En hij won gewoon eigenlijk altijd, omdat hij gewoon zo goed was. En het is natuurlijk ook geen megasport, maar toch, weet je, een NK, dan wordt best wel op redelijk niveau gespeeld. En hij wilde gewoon een partner hebben voor het herendubbel. En toen vroeg hij mij. En dat was eigenlijk omdat ik gewoon niet zo in de weg liep. Nou ja, ik ben omgevingsbewust, dus ik kon heel goed lopen. Ik bedoel, ik ga mezelf niet naar beneden praten, ik kon best wel redelijk badmintonnen, maar ik kon vooral heel goed dienend spelen aan hem. En ik was toen ook 17 of 18 of zo. En het was zo grappig, hoor. In de halve finale moesten we twee gasten van 26 die echt ongeveer hetzelfde waren, twee van die kikkingen. En dan kwam ik met dat mannetje. Het was zo grappig. Dit zou ik zo graag gefilmd zien. En zo heroïs. Alleen we hebben de finale verloren. Maar die wedstrijd was wel geniaal. Ja. Dat beeld was Maar wel heel leuk, ja. Zo. ja. Maar zo, Nou, zo. dat heb ik een keer eerder ook als antwoord gegeven op zo'n soort vraag. Ja. Ja, nou Ja. ja, je hebt het wel in de pocket. En het is ook wel grappig inderdaad. Dat je dan ja, toch niet zo fanatiek bent dat je dan wereldkampioen wil worden. Nou ja, oké. Okay. Nee. Ja, maar Nee. goed, wel mooi op zich. Ik ben Wat zie ook al, ja, top, ja, je? topsporters vind ik ook altijd fascinerend hoor. Ja. Echt. Ja, ik Ik heb ook. er een hoop mogen, ik heb er een hoop mogen ontmoeten. En een van mijn goede vrienden is ex-Nederlands kampioen Pols hoogspringen. En toen hij stopte, is hij ook zo'n pad van, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Weet je wel? Of wat ben ik? Ik heb zelf heel sterk het gevoel dat de meeste topsporters junks zijn die niet van drugs houden. Ja. Nou, je moet wel heel fanatiek zijn, hè? Dat vind ik ook het interessante eraan. Misschien heb jij dat ook wel, omdat je dan eigenlijk een beetje multipotentialite bent of multipassionate. Dat je gewoon veel dingen leuk vindt en ook best wel veel vrij makkelijk onder de knie krijgt. Dat je dan juist een bewondering hebt voor mensen die één ding echt extreem goed kunnen of ergens heel veel van af weten. Ik heb echt een fascinatie voor mensen die.
was laatst zat ik te kijken naar Ramzi Nasser, die acteur, die heeft dan een wonderkamer. En hoe die dan zo gefascineerd over al die opgezette vlindertjes en die dingetjes en ze straaldiertjes praat. En dan denk ik, oh my god, ik zou willen dat ik zoveel interesse daarin had dat ik dat ook kon. Maar ik heb dat dus niet. Ja, maar hoe lang maak je deze podcast al? En hoe lang is goud al jouw ding? Ja, nee, maar dit is ook al wel een tijdje. Maar toch vind ik ook nog een heleboel andere dingen leuk. En ik vind het altijd echt fascinerend als iemand inderdaad ergens extreem goed in is. Ja. Omdat maar ik weet Ramzi, gewoon... Ja. Bij hem vind ik nog, want hij is ook een extreem goed acteur. Waar hij ook heel specifiek... Dus bij hem is het nog een soort dat ik bijna de balans zie. Ja. Ik heb een hele tijd op behoorlijk hoog niveau gepokerd. Dat wist je misschien ook niet. Ook veel toernooien in het buitenland gespeeld. En wat ik daar dus fijn aan vond, daar ben ik wel heel ver in gegaan. Ook in het onderzoek en in de training. Maar dat was voor mij juist omdat wat ik altijd doe is gewoon in het moment reageren. En dat volledig. En bij poker is dat niet zo handig. Dus je moet daar een analyse maken over die gedachten. Dus ik heb dat, en dit heb ik ook weer achteraf ontdekt. Ik heb dat vooral dus gedaan om dat stuk beter te leren. Dus die eerste impuls te laten zijn. Die ook voor waar aan te nemen, maar dan wel te onderzoeken. Bij poker was dat de hele tijd. Dus ik heb dat onderzoekende deel, heb ik daar heel erg mee ontwikkeld. Door gewoon echt statistiek en door getalletjes en game strategies en noem maar op. En ook dan weer mensen lezen en zelf geen tells geven. Dus, maar het was wel echt een ander vlak dan... Mijn grootste talent is gewoon dat improvisatievermogen, dat creatieve deel. Dat gewoon in het moment reageert. Dus bij hem kan ik dat ook zo voor me zien. Ja. Dat je dan zo heel introvert iets voor je neus in plaats van dat wat er zoiets. Ja. Ik vind mensen die... je hebt mensen die hebben een hobby dat je echt denkt, hè, wat? Echt? Er was ook ooit zo'n tv-programma over en dat volwassen mensen die dan de kinderdingetjes verzamelden. Oh ja, en het uit dan de compleet hadden. Ja. Ja, maar die hadden het dan compleet. Die hadden een doorzonhuis en dat stond helemaal vol. En dan kwam er een nieuwe lichting en dan rezen ze naar Duitsland en dan kochten ze daar 7000 van die eieren en dan kwamen ze thuis. Werden allemaal uitgepakt. En dan werden de briefjes gestreken. En dan werden de dingetjes in elkaar gezet. Het is ook heel manisch. En dan werd de chocola, die werd volgens mij nog weer verkocht aan een kinderdagverblijf. Het was echt... En daar kan ik echt... Dat ik echt denk, hoe dan? Wat is hier gebeurd? Dat fascineert me mensen, ook. Joh. Ja, maar sowieso. Ja. Altijd leuk om van een afstandje te bekijken. Ja, nou, we zijn bijna aan het eind gekomen, maar ik ben nog even nieuwsgierig naar... Wat zie jij als jouw allergrootste levensles of inzicht? Dat je jezelf niet kunt bedotten. Ah, kan het niet. En dus je kunt wel liegen en je kunt ook wel doen alsof je er recht op hebt en je kunt ook wel doen alsof het goed is, maar in die end is dat wat gaat knagen en dat wat je hier, dat gaat daardoor leger en leger. En wat je ook probeert, dat ga je niet, daar ga je gaat niks vinden om dat te vervullen. En dan blijft er niks anders over dan jezelf recht in de spiegel aan te kijken en je het eerlijke verhaal te laten vertellen. En dat dus ook naar anderen toe. Om dat heel concreet te maken, ik had er nogal een handje van om oneerlijk te zijn tegen anderen. En dan had ik, mijn systeem had er allerlei goede redenen voor. Tenminste, dat dacht ik toen. En in die end is dat allemaal bullshit. Ja. Ja, en ik denk ook dat mijn pad van bewuste persoonlijke ontwikkeling daar begon. Dat ik doorhad van oké, als ik een goed voorbeeld wil zijn voor mijn jongens, dan zal ik in ieder geval zelf eerlijk moeten worden. En eerlijk, in eerste instantie was dat naar de andere mensen in mijn leven. En in tweede instantie kwam ik erachter dat ook betekende dat ik het naar mezelf moest zijn. En daar komen dan al die dingen die ik je nu vertel wel vandaan. En, mm-hmm, ja. Ja. Ik denk dat het allergrootste inzicht is. En daarna komen er gewoon van die... Ja, weet je, een soort no-brainers. Maar voor mij, weet je, daar waar je voet zet, ontstaat het pad. Je denkt dat je invloed hebt op wat je doet. Maar
Echt, ik zei het voor mij in het begin ook. Ik geloof bijna niet meer in vrije wil. Alleen de ervaring is wel zo dat het voelt alsof het zo is. Dus je mag prima zo leven en ook zo doen. En het ontslaat je ook niet van verantwoordelijkheid. Ja, maar het gevoel van totaal verbonden zijn met alles en iedereen, dat is daar ergens uit ontstaan. Ja. Dus we hebben zo'n gesprek, jij vraagt mij en ik doe dat. En dan kijk ik af en toe mijn klok, denk zo, dat is lang voor een podcast. En dan denk ik, ja, het is een kattenpodcast, moet ze zelf weten. Ja. En, weet je zo, dus dat. En ja, misschien luistert er iemand, die vindt er wat van. En weet je, gewoon dat. Ja. Ik heb er geen invloed op. Die cursus die ik nu met Michel geef, heb ik dat bedacht? Ja, ik heb het wel op een gegeven moment gezegd. Maar ik had ook de behoefte om weer eens een keer iets met Michel te doen. Gewoon wel weer wat meer te verbinden, omdat de afstand was ontstaan. Daar heb ik ook niet voor gekozen. Er was iets van corona, kan je herinneren misschien? Had ja, ik ook geen nee. invloed Oh. op. Dus dat weer dat surfen op die golven, weet je wel? Ja. En als er geen golven zijn, op het bord gaan liggen en dan zo een beetje peddelen. Of niet, weet je? Ja. Dat, ja. Ik moet aan Typhoon denken. Windstil is niet veel als je surfen wil. Een van de allermooiste teksten die er is, vind ik. Ja. Maar ja, prachtig. Nee, maar dat is ook zo. En nou ja, goed. Ja, mooie wijze levenslessen heb je eigenlijk al gegeven. Wat is je uitsmijter? ja, kaas kan dan eigenlijk niet meer, want dat is uit de bio-industrie. Biologische kaas. Rosbief wil ik ook niet. Godsamme. Nee, laat de uitsmijter maar zitten. Nee. Ja, ik gebruik heel vaak zinnetjes als vertrouw er maar op dat het goed komt. Sterker nog, het is al goed. En weet je, in elke spirituele stroming is dat zo'n beetje het eindpunt. Het is goed zoals het is, maar het is ook het beginpunt. Ja. Dus als je kans ziet om de werkelijkheid in al zijn facetten te accepteren en je niet te verzetten tegen die werkelijkheid, dan word je zelf in ieder geval een stuk gelukkiger. En nogmaals, ik denk dat je er heel gelukkig van wordt als je wel probeert te veranderen waar je invloed op hebt, ook als het soms niet zo voelt. Dus bezig zijn met dingen voor anderen is gewoon veel leuker dan bezig zijn met dingen voor jezelf. Dus ga Ja. dingen doen voor anderen. Ga dingen doen met anderen. Help iemand, weet je wel. Ja. Het is, ja, dat is zoveel waardevoller dan te proberen een zo groot mogelijk huis of een zo dik mogelijke auto. Ja. Ja, ik Nou ja, jij hebt die zit t-shirts gewoon zo. allemaal gehad, hè? Ja, dat is ook zo grappig, want ja, nee, maar het klopt wel, weet je. Ik heb, nou ja, ik. Wat jij zei dat ook, je bent altijd overal een beetje bij verbonden geweest. Ik ben natuurlijk geboren in Rotterdam-Zuid, arbeidsmilieu. En dan uiteindelijk ook wel een beetje opgeklommen. Als je dan over sociale klas hebt. Ik ben van een vinkje of drie, ben ik dan eigenhandig naar een vinkje of zes geklommen. En ik kan me op al die plekken prettig voelen. Maar het allerfijnst voel ik me gewoon in een groep met mensen waar het resoneert. En ik ben er zeker van, en dit is een individuele ervaring, maar ik ben er 100% zeker van dat dit voor iedereen geldt. Alleen de meeste mensen zijn het vergeten. En dan doen we maar alsof het fijner is om in je eigen hut te zitten. Omdat dan loop je niet het risico dat mensen zeggen, nee, ik heb geen zin om met je te praten of zo. Ja, Dus die ja. bevallen. Ja, Ja. ik woon hier dan nu tijdelijk in Bussum en... ja, het is een straat met huurwoningen waar je zit dan in de vrije sector. Hetzelfde huis hiernaast is sociale huur, geloof ik. En ik kwam hier in corona wonen, dus ik kende ook weinig mensen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is ook zo stom. Maar ik weet ook dat ik weer wegga, dus ik merkte ook dat ik niet heel veel energie had om er echt in te steken. Toen op een gegeven moment, ik ken wel een paar mensen, toen heb ik tegen die mensen gezegd, zullen we gewoon zaterdag op de hoek gaan barbecuen? Dan zijn we in ieder geval met z'n zessen. En dan doen we even overal een kaartje in de bus dat wij met z'n zessen gaan barbecuen. En dat we het leuk vinden als er mensen bijkomen. Wat ik tegen jou zei. Van, als je zin hebt, neem wat te eten en wat te drinken mee. En toen stonden we eigenlijk met 15 mensen. En het was bewust niet georganiseerd. Snap je wat ik bedoel? En ja. Dat zou misschien een uitsmijter zijn. Maak het niet zo moeilijk. Doe gewoon dingen. Je hoeft het niet te organiseren. En het spontaan is altijd leuker. Vindt iedereen.
Dus als jij zin hebt om aanstaande zaterdag met leuke mensen iets leuks te doen, kijk welke mensen jij leuk vindt. Zeg, ik heb zin om zaterdag met leuke mensen leuke dingen. Wie komt er ook? En dan komen er twee. Nou, dan ben je met drie leuke mensen. Ja. Maar dat we dat niet doen, heeft dan ook weer alles met zelfafwijzing te maken. En ja, dan vraag ik 15 mensen en dan komen er straks maar twee. Ja. Of dan komen er 15. Ja, dan past het niet. Ja, allemaal van die obstakels die je gaat Ja. opwerpen van waarom het allemaal niet kan. Ja. Maar je kan ook denken van Ja. waarom kan het eigenlijk wel? Ja. En vooral waarom Ja. wil je het? En ja, dat Ja. voel je. Ja, dus doe gewoon veel en vaak. Ik doe het steeds vaker. Gewoon dan denk ik, hey, die heb ik lang niet gezien. Oh, wat jammer. Bellen. Zullen we gaan wandelen? Ik vind wandelen tegenwoordig ook leuk. Dat is misschien ook Ja. gewoon hoe ze hardlopen zijn, nu is het wandelen. Ja, En dan 50 weet gepasseerd, hè? Krijg je dat grapje? je, ja, precies. En dan een beetje over het leven filosoferen, een beetje babbelen. Wat heb jij meegemaakt? Altijd leuk. Dan ga je ergens een keer lunchen, weet ik veel. En ik merk ook dat daar ook het werk uitkomt uiteindelijk. Grappig, Want ja. ik heb nu met jou ook, ik heb nu alle tijd om weer wat dingen te vertellen. En jij stelt vragen en ik denk er wat beter over na. En wellicht zit er dan iemand die denkt, oh, maar wacht, ja, dat opstellen, oh, dat is een goed idee. En ja, dan vragen ze me weer bij hun bedrijf. Ja, bij ons gaat het team niet zo lekker. Nou, wat hij zegt, ja, dat klinkt eigenlijk zo logisch. Nou, misschien dat hij iets kan. En dan heb je ineens weer een klus. En wat hebben we dan gedaan? Dan hebben we gewoon ik heb 1,5 uur met elkaar gekletst. En Ja. ik heb een beetje verteld hoe ik op aanga. Jij hebt ernaar geluisterd en verteld waar jij op aangaat. En dat is het gewoon. Veel meer is het niet. Dus maak het niet te moeilijk. En blijf lachen ook, vooral om Ja, dat jezelf. ook, hè? Ja. Ik dacht Ja. wel dat je mop ging vertellen als uitsmijter. Nee, hoor. Een mop. Nou, wauw. ChatGPT, ik dacht, heeft AI humor? En wat zijn nou de beste grappen in het Amerikaans Engels? Dat zijn die knock-knock jokes. Dus ik dacht, ChatGPT, vertel een knock-knock joke over een teddybeer. En toen kwam hij met de volgende, knock-knock. Who's En jij there? zegt, who's there? Who's there? Ja. 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 Boe. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, je weet niet, je weet het. Het is knock-knock. En dan zeg je, who's there? En dan zeg ik, Erik. En dan zeg jij, Erik, hoe? Oh. Hoe? En Hoe? dan Ja. komt de punchline. Dus ik zeg, knock-knock. Who's there? Hoe? Who? Nee, dan zeg, ja, dan zeg Ja. jij, boe-hoe. Ja, ja, boe. En dan zeg ik, don't cry, it's your teddy bear. Dat is Ja, een AI-grap. boe-hoe. Oké. Hé, hey, maar kom op. Hey. Who's there? Boo, boo-hoo. Don't cry, I'm your teddy bear. Ik vond het best wel, voor een AI vond ik het behoorlijk goed. Ja, Oh, je moet maar even goed. uitzoomen. Ik zat er weer te dik in dat ik dacht: oh, maar ik weet het antwoord niet. Oh, dus je vindt jezelf niet heel. Nee, maar je wist het Nee hoor. antwoord wel. Nee, je kende het format niet. Ik ken het format niet. Nee, zeker niet. Nee, Nee. maar. Kijk, dat is dan een aanname die ik doe. Iedereen kent een knock-knock joke. Oh, wat ben ik slecht. Dat is ook zo stom van mij. Ja, Zie Erik. je? Zo, Ja, zo ja, gaat het zo dan, makkelijk hè? is het dus. Ja, zo Ja, is het. ja. Zo verpest je het weer helemaal, nee hoor. Maar Erik, als mensen nou na het luisteren van deze podcast, deze lange podcast, als ze het helemaal hebben Ja. Ik zou uitgezeten. zeggen, gefeliciteerd als je het hebt gered. Ja, Ik zou het echt. hoera. Stuur Heel me een knap. kaartje, je krijgt 10% korting als je tot hier geluisterd hebt. Ja. En dan gaan we wel naar detail vragen aan het eind. Dus vragen. Ja. Precies, Maar als mensen precies. jou willen bereiken, dan komen die natuurlijk die links in de show notes. Maar misschien kan je nog even vertellen waar je te vinden bent. Het makkelijkste is mijn laatste website. Dat is www.ergensvoorstaan.nl. Omdat je, als je in een opstelling bent, dan moet je ergens voor gaan staan. En ik geloof ook heel erg dat als je een inzicht hebt opgedaan, dan moet je daar ook voor gaan staan. Dat is wel echt een van mijn filosofieën. Je bent gewoon wel verantwoordelijk voor je eigen leven. En het is niet zo dat je er veel schuld aan hebt. Het is gewoon gegaan zoals het is gegaan. Je bent geboren en op een plek. Nou, wij in Nederland, dat is mazzel. Anderen ergens anders, dat is minder mazzel. Maar ja, je mag wel gewoon voor je keuzes gaan staan. Ik vind trouwens, dat is een compliment. Dat doe jij volgens mij ontzettend goed. Weet je hebt iets ontdekt wat je tof vindt. En dat straal je uit en dat draag je uit. En daar ga je vol voor. En ik hoop dat heel veel mensen dat ook doen. Dat leeft gewoon veel lekkerder. Ik hoop dat Dus ook. ergens verstaan. Ja.
Ik hoop dat ook Ja, dat dus. mensen dat doen. En ik hoop dat mensen lekker met jou gaan connecten. En ik vond het heel erg tof om even met jou te connecten in deze podcast. En om jouw mooie verhalen en jouw kijk op het leven eventjes te horen. En ja, thanks. Thanks. Het was me een waar genoegen. Ja, superleuk. Nou mensen, als je het leuk vond, liken en abonneren. En tot een volgende keer. Ciao. Als je het niet leuk vond ook. Ja, ja, tuurlijk. Ciao. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.